Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds? Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. We hebben vandaag in de studio Robin Stevens. Jij bent een NLP-trainer... In de breedste zin van het woord, ga ik erbij zeggen. Ik heb ook een boek geschreven: De kracht van NLP. En um, dat vind ik dus wel interessant, want uh, NLP uh, is wel echt een dingetje in, nou laat ik het zo zeggen, persoonlijke ontwikkeling in Nederland. Ik zie echt heel veel mensen een um, uh, NLP-cursus doen. Alleen, um, ja, wat is nou precies NLP? Nou ja, Neuro-Linguistic Programming. Um, maar het, het gaat echt over duizenden mensen in Nederland die hier uh, iets mee proberen te doen. Uh, dus je bent de eerste die in de studio is om hier wat over te vertellen. Um, ja, wat, wat is NLP? Wat doet het? Laten we daarmee beginnen. Um, ja, de letters NLP zullen we daarmee beginnen. Ja? Ja, dat is neuro-linguistisch programmeren. En dus dat betekent, uh, neuro, je brein, uh, linguistisch taal. Uh, en programmeren zou je kunnen vertalen naar beïnvloeden. Mm -hmm. Dus het betekent eigenlijk zoveel als dat je uh, je eigen uh, brein uh, leert beïnvloeden uh, door middel van taal. Uh, en taal uh, is dan lichaamstaal, uh, stemgebruik, uh, gedachten, gevoelens, ja. uh, al die dingen. En daarnaast uh, leer je behalve jezelf beïnvloeden ook andere mensen neurolinguïstisch programmeren. Dus je hebt eigenlijk twee kanten. Ja. Right? Dus je hebt de kant uh, van jezelf programmeren uh, en de kant van andere mensen programmeren. En het lijkt erop dat NLP voor heel veel mensen een, een laat ik zo zeggen, een tastbaar iets is, omdat het wetenschappelijk is bewezen. Toch? De mensen zeggen, ja, wat is wetenschap, kun je dan vragen. Um, maar ik, ik zie, als ik het, um, um, als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb even nu zelf eventjes een online cursus aan het neerzetten, uh, waarbij mensen uh, ook worden getraind in een stukje zekerheid, zelfvertrouwen. Mm -hmm. En ik ben dan eventjes wat desk research aan het doen. Dan, uh, dan kom ik heel veel uh, van dat soort termen, zoals omgaan met angst, zelfverzekerdheid. Komen we vaak toch weer op, uh, op advertenties van NLP-aanbieders. Uh, uh, ja. uh, Klopt? Ja, ja, dat is, het is, is een soort. Uh, kijk, NLP op zich is niks. Dus NLP komt uit de jaren zeventig. En uh, de, de, in, uh, in de jaren zeventig werd NLP uh, bedacht als een soort model om. Uh, modellen te maken van succesvol gedrag. Hmm. Dus de grondleggers van NLP, uh, Richard Bentler en John Grinder, die uh, uh, hadden bedacht uh, dat je, uh, als mensen ergens heel erg goed in waren, uh, dat dat dan niet een, uh, een karaktereigenschap was, maar dat het iets was wat ze deden. En dat je dat uh, wat ze deden, dat je dat uh, vervolgens uh, kon modelleren. Dus dat je een model kon maken van het succesvolle gedrag. Ja. En dan met dat model van succesvol gedrag kon je vervolgens andere mensen uh, leren hoe ze datzelfde succesvolle gedrag. Uh, uh, Succesvol konden doen voor zichzelf. Ja. Eén voorbeeldje is dan uh, dat iemand uh, heel erg last heeft van een angst. En die wil eigenlijk van die angst af. Uh, maar er zijn ook mensen uh, die hadden een angst en die zijn er van afgekomen. Mm -hmm. en dus wat ze dan gedaan hebben, ze zijn die mensen gaan modelleren die van de angst af waren gekomen. Uh, en hebben gekeken hoe is dat precies gebeurd. Uh, en, en dan was het belangrijk dat het dan zonder interventie was. Dus mensen die gewoon spontaan van de angst afkwamen. Uh, en uh, vervolgens uh, hebben ze gekeken hoe heb je dat gedaan. Dan hebben ze een model gemaakt van dat succesvolle gedrag. En dat hebben ze vervolgens geleerd aan uh, die mensen die uh, last hadden van de angst. Slim. Klinkt wel logisch eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Dat vind ik wel interessant. Als je zegt een model van succesvol gedrag, dat uh, suggereert dus dat er een, uh, een soort overkoep... Nou, het zal natuurlijk situatieafhankelijk zijn. Een angst overwinnen zal anders zijn als een succesvol ondernemer worden. Maar toch denk ik dat er misschien op een uh, heel hoog niveau... wel een soort uh, patroon te ontwaren is. Wat, uh, wat zegt NLP daarover? Is, is er een soort kern van succesvol gedrag te identificeren? Um, je, je zou kunnen zeggen dat... Uh, dat de, he, dus in, in de jaren zeventig hebben ze eerst... hebben ze allemaal modellen van succes gemaakt. Mm -hmm. Hebben ze gekeken, wat doen succesvolle mensen nou... op het moment dat ze succesvol zijn? Uh, en uh, toen kwamen ze erachter dat er eigenlijk een heel grote... Overlap zit tussen allerlei vormen van succesvol gedrag. Mm -hmm. Dus je hebt uh, een succesvolle zakenman, of een succesvolle verkoper, uh, of iemand die een succesvolle relatie heeft. Uh, die hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Ja. En, maar, een van de mooiste anekdotes uh, die ik erover kan vertellen was dat iemand mailde mij ooit en die zei: uh, Was ik als persoonlijke coach aan de gang en die mailde en die zei: uh, uh, Ik heb uh, heel erg last van uh, relatieproblemen. Uh, ik heb al, uh, al vijf jaar samen met iemand en ik heb last van uh, problemen in mijn relatie. En kan je me daar maar helpen? Ja, kan je daar iets aan doen? En, uh, en toen stond er onder, met vriendelijke groet, en dan zijn naam. En dan stond er onder relatiebeheerder, weet je, als functietitel. <laughs> en ja, ik moest daar heel erg van lachen, weet je. Ik denk van, dus hij heeft relatieproblemen, maar hij is relatiebeheerder. Ja. Weet je, dus, nou ja, interessant. Dus toen kwam hij bij me langs en uh, toen zei ik tegen hem van, vertel eens... Uh, vertel eens over jouw werk. He, wat, want jij bent relatiebeheerder. Uh, en daar ben je heel erg goed in, mm -hmm. uh, toch? Ja, daar ben ik heel erg goed in. Ik zeg, hoe doe je dat precies? Ik zeg, ik ben er nooit zo goed in. Ik ben meer een soort snelle verkoper. Uh, dus ik sluit een deal zonder dat ik per se uh, probeer om uh, heel erg uh, een relatie met iemand op te bouwen. Uh, dus hoe doe je dat als je dat doet? En toen zei je, nou ja, en dan ga je eerst helemaal vrienden worden. En dan ga je je inlezen. En dan ga je je best uh, voor iemand doen. En uh, nou ja, het, het gesprek duurde een uur. Dus ik zal het niet helemaal vertellen. Maar. Uh, dus hij gaf mij eigenlijk een soort model uh, om een succesvolle relatie te beheren. Ja. En vervolgens vroeg ik aan hem: van, Goh, is het ooit in je opgekomen uh, om dat uh, met je partner te gaan doen? Dat klinkt vervelend, <laughs> ja. Het keek hij me echt zo aan, weet je wel. En dat duurde even. En toen zag ik het kwartje vallen en toen zei: hij, Ja, wat bedoel je? Hij zegt: Dus jij, jij, zegt, jij bedoelt dat ik me moet gaan inlezen naar haar hobby's en in haar interesses. En dat ik daar meer. Ik zeg: Could be. Nou, het <laughs> zou kunnen wekken, <backen, laughs> misschien, ja. En nou, het schijnige is, dat ging niet doen, weet je, dus ik heb helemaal niks gedaan verder. Ik heb het enige wat ik heb gedaan is aangewezen van, uh, kijk maar, dat kan je doen, en, uh, want je doet het al. Mm -hmm. Dus eigenlijk het model van succes uh, is dan uh, in dit geval al aanwezig, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet per se van iemand anders, het is gewoon uh, iets wat, uh, wat al werkt. Mm -hmm. En dat blijf je dan doen. Ja, en wat waren die overeenkomsten waar je het over had toen je zei: Oké, okay, zeg maar de succesvolle verkoper, zakenman en uh, in dit geval dan relatiebeheerder... Wat hebben die mensen overeenkomstig? Um, nou ja, laat ik zo zeggen: ze gebruiken allemaal lichaamstaal, mm -hmm. ze gebruiken allemaal hun stem okay. uh, en ze gebruiken allemaal taal uh, om andere mensen uh, te beïnvloeden of te programmeren, zou in NLP-termen misschien zeggen. Hè? Dus je uh, te overtuigen. Ja, dus een succesvolle verkoper die gebruikt zijn lichaamstaal en zijn stem en zijn taal... op zo'n manier uh, dat andere mensen uh, gaan doen wat hij zegt. Ze gaan mm -hmm. zijn product gaan kopen. Mm -hmm. en een zakenman gebruikt het misschien om deals te sluiten. En iemand die een succesvolle relatie heeft... gebruikt het om uh, in zijn relatie goede communicatie te hebben. Mm -hmm. Een leerkracht zou het gebruiken om goed les te geven. Mm -hmm. ja, dus dat zijn een soort basisingrediënten van communicatie. En wat bleek dat in bijna al die succesgebieden was het zo... dat die mensen goed waren in, uh, in die elementen. Dus in stem, lichaamstaal, uh, taalpatronen. Uh, en daarnaast communicatie met zichzelf. Dus dat ze grip hadden op hun gedachten. Uh, grip hadden op hun gevoel. Mm -hmm. uh, en ook grip hadden op hoe ze omgaan met de informatie in hun hoofd. Ze waren dus eigenlijk uitzonderlijk goed... in de innerlijke en externe communicatie managen voor ja, zichzelf. Dat is een mooie samenvatting. Denk ik. Ja, nee, maar als ja. ik hem samenvat. Ja, ja dat is het. Ja. Wat ik grappig aan vind, is dat ik... Uh, ik zie een parallel. Ik heb ooit een keer een uh, boek gelezen... voor die Laws of Power... Robert Greene gaat over Machiavelliaans gedachtegoed en zo. En de, de, okay. Wat daar heel belangrijk bij is, is in alle voorbeelden is je vermogen om anderen te mobiliseren. Want, want macht in die definitie, daar is jouw vermogen om invloed uit te oefenen op de loop der dingen en anderen hun gedrag te beïnvloeden. En okay. daarmee kun je opposities van machten en jezelf verbeteren, et cetera, et cetera. En dan wil ik niet zeggen dat je NLP voor zulke oneigenlijke dingen moet inzetten. Maar wat je, wat je wel ziet, is dat mensen die hun shit voor elkaar weten te krijgen. in dat ene stukje heel erg goed zijn. Namelijk het mobiliseren van die mensen om zich heen. Dus dat is wat ik jou ja, hoor zeggen. Ja, precies. Door ja. hun taal, door hun woord. Ja. weten ze mensen op een bepaalde manier iets te laten doen. Wat dan in hun voordeel is, weliswaar. Ja. Maar daar ligt wel de crux. Dat is het. Ja. ja. Oh, dat is interessant. En wat je dus ook ziet, is dat. De NLP van, van, van de jaren zeventig uh, ging vooral over het modelleren van succesvolle mensen. Kun je het een uh, microfoon iets dichter bij je mond houden? Niet Niet aanraken. Ja, meer. dit is het. Uh, uh, ja. Kan het tegen. <laughs> um, zo goed? Ja, is perfect. Ja. Uh, ja. Jaren zeventig. Oh ja, precies. Dus in de jaren zeventig ging het vooral over het modelleren van succesvolle mensen. Uh, en uh, vervolgens hadden ze allemaal modellen van succesvol gedrag. Mm -hmm. En uh, vandaag de dag uh, zie je dat eigenlijk de NLP-trainingen uh, niet zozeer gaan over het uh, aanleren van modelleren. Uh, maar vooral over het leren van de technieken die gebaseerd zijn op de modellen van succesvol gedrag. Dus je hebt, uh, je hebt een set taalpatronen ja. uh, waarmee je mensen positief kan beïnvloeden. Mm -hmm. En of je nou leerkracht bent of verkoper of je relatie wil verbeteren, uh, die taalpatronen werken overal. Mm -hmm. En dus je, hoeft, uh, je leert gewoon een model en dan leer je dat vervolgens voor jezelf uh, ja. in je eigen leven integreren. Dus je kan gewoon jezelf blijven, dat wil ik eigenlijk zeggen. Kun je eens een glimp laten zien van zo'n taalpatroon? Als je zo'n techniek leert, klinkt bijna alsof je zeg maar vechtsporttechniek leert. Nou, een, hele, een hele, simpele uh, is uh, uh, dat ze ontdekten dat uh, als mensen uh, dingen gedaan kregen, uh, dan was dat zo uh, omdat ze uh, mensen een reden gaven om iets te doen. En misschien heb je dat onderzoek uh, wel eens gelezen, uh, waar het uh, wat ze deden was dat ze mensen in de rij zetten voor het uh, kopieerapparaat. Ja. En dan kwam er iemand achteraan de rij en die zei dan, hey, mag ik even langs? Uh, en uh, uh, vervolgens uh, uh, ging dat dan in 30% van de gevallen. zeiden mensen: Ja, dat is goed. Mm -hmm. uh, maar uh, nu deden ze het volgende. Ze gingen de mensen achteraan de rij laten aansluiten. Zeiden: Mag ik er even langs? Uh, want ik moet kapietjes maken. Ja. Dus ze gaven een reden. En wat gebeurde er dan? Opeens uh, ging het in 70% van de gevallen. lieten mensen er langs. Oh. Dus nou, he, dat je kapietjes moet maken is natuurlijk logisch. Dus de, het is een non reden Maar het feit dat er een reden was. was al voldoende voor mensen om meer compliant te worden. Precies. Ja, ja oh. nou, dus het is dus een van die taalpatronen. Dus als je, mensen, als je dingen van mensen gedaan wil krijgen, uh, dan is het heel simpel. Wat je gewoon doet, is je verzint een reden. Uh, en dan zeg je: uh, Wil je dit en dat even doen? Want het volgende. Uh, dus als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg: uh, Kan je misschien heel even gaan staan? Uh, dan denk je misschien: huh, Waarom? Maar als ik zeg: uh, Ik wil je heel even een demonstratie geven. Dus uh, kan je heel even gaan staan? Uh, dan denk je: Oh, ja, ga ik doen. Ja, yeah, ga ik doen. En dat, uh, we testen dat wel eens in trainingen. Dat is zo geinig. Weet je. Dan zeg ik tegen mensen: nou, we gaan zo even een oefening doen. Uh, dus als je allemaal even je linkerhand uh, in de lucht steken. Uh, en dan uh, zie je dat iedereen gewoon doet. Je? Omdat je dus hebt gezegd: we gaan zo een oefening doen. Dus als je je linkerhand inhoudt. Het lijkt alsof die twee dingen iets met elkaar te maken hebben. Ja, ja, ja. Eén voorbeeld van één taalpatroon. En er zijn er veertig. Wel interessant. Ja. Weten we waarom dat is? Waar waarom doen we dat ineens wel als we die reden krijgen? Is dat omdat we dan het snappen? Of, nee. of vinden we het. Eng, als we het, de reden ja, hebben. Het eerste wat er in mij opkomt. is dus als je zo'n zaal voor je hebt. en je, zo, je vraagt. Ik het zelf ook wel. Ze dus hebben een evenement. en je zegt. jongens, dan maar even je handen omhoog. Dan, dan zie je mensen in een soort schulp kruipen. van wat gaat er gebeuren? Moeten we ah, gekke ja, ja, ja. dingen doen? Ja, er zit een soort van. Uh, ja, toch een stukje veiligheid, denk ik. Ja, ja, ja. Het wordt aangekondigd. van hé hey, jongens, we gaan even een oefening. Oh, we gaan een oefening doen. Ja, 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 precies. Ik, en als ze we dan weten wat de reden is. dan ja. er is er niks meer aan de hand. Maar met het ja. voorkruipen in zo'n rij. waarom word ik. Uh, stel ik sta in die rij. en je zegt ik moet. Uh, mag ik er langs? Dan zeg ik nee. En dan zeg je tegen mij: Mag ik langs, want ik moet kopietjes maken. Maar wat, wat is er dan wat bevredigd is, waardoor ik het nu waarschijnlijker doorlaat? Dat, dat probeer ik te snappen. Welk knopje drukken we hiermee in? Is het dan: Oh, je hebt de moeite genomen om het mij uit te leggen? En dat, dat is een soort teken van respect, en daarom doe ik minder koppig. Of uh, Oh, het zal wel belangrijk oh ja. zijn en ik weet niet wat er speelt in jouw leven, dus nu krijg je een soort coulance van mij. Ik ben benieuwd wat het dan is, wat het dan aangaat. Ja, volgens mij komt het omdat we het idee van oorzaak-gevolg heel aantrekkelijk vinden. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat we, als het... Uh, uh, nou, hoe zeg je dat? Uh, dus A zorgt voor B. Ja. ja dus, dus op het moment dat je, dat je mensen een reden geeft, dan voelen ze, oh ja, oké. Okay. Ja, zal het wel, kloppen. Het zal wel Dit, kloppen. Ja, want ja. je hebt nu de logica-check gezet bij mij. Dat ja. is het meer. Je ja. moet hem ja. snappen. Ja, oké. Okay. Dus ja, interessant. Het, je doet eigenlijk alsof die twee dingen iets met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. En dat... En daar zit natuurlijk ook een stukje stem in. Hè? Dus daar kunnen we als we het toch daarover hebben, ja. kun je, kun je, 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 kan je, je kan het taalpatroon gebruiken, dus je kan een reden geven. Uh, en dan kan je vervolgens ook uh, dat op een hele aantrekkelijke manier zeggen met je stem. Dus je kan zeggen, nou, uh, als jullie allemaal even gaan staan, uh, want we gaan zo meteen een oefening doen, ja. dan is de kans groter dan uh, wanneer je dat uh, heel onzeker zegt of heel boos zegt of uh, nou, zoiets. Ja, wat zijn daar uh, optimale patronen in? Als je dan met je stem werkt, want ik heb, ik ken het ook wel. Soms zie ik mensen voor een groep staan en denk: dit wordt een hele, hele lange dag op deze manier. Uh, doe er wat aan. Nou, ja, maar, maar ik weet dan ook niet precies wat ik moet uitleggen. Wat hij niet goed doet, maar hij doet het niet goed, want het is niet inspirerend of te hmm. stellig of wat dan ook. Wat zijn optimale spraakpatronen als je mensen optimaal mee wil krijgen? Als je ze optimaal mee wil krijgen, dan, dan wat, wat, sowieso werkt als je aan het eind van de zin omhoog gaat, is het natuurlijk een vraag. Ja. Als je zegt, is het duidelijk hoe dit werkt? Dan stel je een vraag. Maar als je zegt, is het duidelijk hoe dit werkt? Ja. Dan, heb je, dan hebben mensen meteen de neiging het ja te zeggen. Dus als je aan het eind van je zin naar beneden gaat... dan is het meer zo'n statement. Ja. Dus als ik zeg, uh, nou hallo, ik ben Robin Stevens... Uh, en ik ben uh, NLP-trainer. Uh, ja. Dan twijfel je, uh, klopt het wel? Ja, uh, maar misschien staat hij ook wel bij de bakkenbroodjes te maken. Ja, <laughs> Precies. En als je zegt, nou ik ben Robin Stevens, ik ben NLP-trainer. Uh, dan, uh, uh, dan voelt het echter. En als je dus zegt: We gaan zo'n oefening doen. Dus als jullie allemaal even gaan staan. Ja. Dan, uh, zet je het, dan zet je het neer, de informatie. Grappig is dat. Dus als je meer gedaan wil krijgen, is het volgens mij goed om informatie neer te zetten met je stem. En uiteraard ja. moet je oppassen dat je niet te ver doorschiet. Dat het niet uh, te directief wordt. Te autoritair. Ja. Uh, maar dat zijn wel van die grappige patroontjes. Uh, dus als, jullie staan ook veel voor groepen, toch? Ja. Ja, dus als je, dan een, uh, als je een vraag stelt. en je zegt: uh, Zijn er nog vragen? en je doet je wenkbrauwen omhoog, uh, je handen open en je stem omhoog... dan gaan mensen vragen stellen. Ja. Maar doe je, zeg je, zijn er nog vragen? Wenkbrauwen naar beneden, handen naar beneden en je stem rechtdoor... Uh, dan zeggen de meeste mensen niks meer. Ja, ik zit me net af te vragen hoe dit relevant is voor mij... maar ik ben bang dat ik in die categorie val die naar beneden gaat... en misschien iets te stellig is. Dus ik er denk, dan heb ik er nog zo'n van, uh, van... Nou, volgens mij is dat wel duidelijk... En dan, en dan doe ik, kom maar, ja, toch? Ja, <laughs> zo van, ja, ja, ja. Waag het is om nou nee te zeggen. De laatste keer dat ik jou zag spreken, Mick, toen was het op jouw uh, summit. En toen zat ik er naar te kijken en ik heb jouw praatjes al echt al vaker gehoord. Ja, ja. En, ja, ik weet wanneer de, uh, de grappen gaan komen. En toen dacht ik, oh, je bent wel heel erg directief. ja. Van, het uh, yeah. is zo. <laughs> Do not hesitate. <laughs> Uh, yeah, yeah, en yeah. toch is dat wel fijn voor de luisteraar, toch? Want als je iemand voor je groep hebt staan... Uh, waarvan je de hele tijd twijfelt van... weet hij wel waar hij het over heeft? Ja. Yeah. Oh, ja. Ja. En zo ga ik het grapje van uh, een van onze favoriete podcast-hosts, uh, Joe Rogan. Die heeft zo'n stukje: hij Het maakt niet uit wat je zegt tegen mensen. Als het maar iemand is die het op een zelfverzekerde manier staccato vertelt, dan neem je alles van die mensen aan, maar ze moeten niet twijfelen. Weet je, zoals die reporters ja, voor het ja. nieuws kunnen praten. Ja. Ja. ja, dat is echt zo. Ze kunnen je alles vertellen. Ja. Als het maar op een zelfverzekerde manier door een soepele gas wordt verteld, dan ja. slik je het gewoon. Ja. <laughs> ja. 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 Ik moest laatst gewoon ze lachen toen ik ben een keer naar zo'n sprekerstraining geweest in Amerika. Dan hadden ze het ook over die, toon, uh, die toning die je houdt. Uh, houdt. Mm -hmm. Dus op het moment dat je afzwakt, gaan mensen, zien ze een mogelijkheid om te onderbreken. En op het moment dat je je toon hoog houdt en je blijft de vaart inhouden, dan krijg je eigenlijk bijna geen ruimte voor degene om te onderbreken, maar ook niet uh, de aandacht blijft ook vastgehouden. Ja, ja, ja ook precies. Vast. Ja. En dat is grappig. Um, misschien dat ik toch af en toe wel mensen onderbreek. Denk ik wel. Als ik met mensen in gesprek ben en zo. Dat ja, <laughs> ik herken dat wel bij mezelf. Dat is grappig. Laatst zat ik bij het korpscommando te troepen. Om uh, voor te bespreken over hoe wij er over een half jaar helemaal afgetuigd gaan worden. drie dagen lang. <laughs> <laughs> en uh, ik zat daar te kletsen. En die mannen waren zo enthousiast aan het vertellen. dat ik af en toe dacht. nou, ik wil ook even een diet in het zakje doen. Maar ik kwam er niet tussen. Toen schoot me dat in één keer binnen. Ja, deze mannen praten zo. <laughs> daar kom je gewoon niet tussen. Dat is, ja, dus, precies. Dus, dat ja, is die hebben, Ja, dat is ja. bijna. Uh... Um. Ja, zekerheid, een stukje van ik ben nu even aan het woord en mm -hmm. ik denk ook dat je het niet kan tolereren als je daar een leidinggevende functie hebt om vervolgens, zeker in zo'n uh, regionen, om, om continu onderbroken te worden. Grappig, ja. ja, ik denk dat je zit met name bij defensie, de kracht van de non-verbale communicatie, maar ook wel dat stemvolume, dat wordt daar maximaal in gezet natuurlijk. Drill sergeants, bijvoorbeeld. Ja. vind ik een mooi voorbeeld van hoe je met stemvolume ja, het gedrag is een toch een bepaalde collectieve... kant op kunt krijgen. Ja, ja. Een soort onbewuste collectieve afspraak, toch? Om zo met elkaar te communiceren. Ja, ik heb ja. ook eens training gegeven bij Defensie. Dat, je dan, dat ik dan echt dacht van oké, okay, als ik hier dus ga training geven zoals ik het normaal doe... dan gaat niemand doen wat ik nee. Het uh, is, uh, nou, ja, is een bijzondere manier ja. van communiceren. Ik denk wel dat de, de echte leiders die we hier hebben gehad... In de studio, als het gaat om een kolonel Swillens of een, een generaal van de Mariniers, McMontree, die hebben toch wel een heel, heel ga, charismatisch ja, ja, manier precies. van vertellen en ervaring. En, uh, wauw, dat, dat moet haast wel. Het ja. Ja, is een soort van uh, energie die erin omheen hangt, waardoor je gewoon denkt: van oké, okay, ja, je zit op de juiste plek. Je doet dit met een reden. Ja. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de, een drill sergeant, zoals je dat in Amerika ziet bij zo'n Koosmaniers, die die een soort de eelt op een stembanden, die letterlijk die stem die wordt half schoord door dat vele schreeuwen en dat is daarbij bijna een soort van cult uh, ding, weet je? wel. Mm -hmm. Zo van ja die man die dat uh, is de drill sergeant man en dat uh, 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 is toch een andere <kwijnt> ander niveau van communiceren. Ja. Ik denk ook wel een andere uh, heeft ook een ander nut, een ander doel. Uh, ja, ja toch de uh, de militaire communicatie. Daar uh, kan je ook, ook wel veel van leren. Uh, ja, nee, waar is waar lekker we, direct. Ja, waar wij het zo straks over hadden. Weet je wel? Ook gewoon ook een modelletje in de manier van communiceren. Ja. De, dat sitraps vond ik echt heel goed. Dat als, als, ik jou, als ik iets gedaan wil krijgen voor jou, is het heel erg fijn uh, dat ik iets aan je vraag. Uh, ja of nee? En zo niet ja of nee. Dat, het, dat ik drie opties zelf heb bedacht. Wat er dan uh, anders zou kunnen doen. Hoef jij daar niet meer over na te denken. Snap je? anders zou de generaal continu aan het denken zijn voor iedereen wat hij moet doen. Dus Robin, vind je dit oké? Okay? Uh, nee, ik vind het niet oké. Okay. Oké, okay, nou dan hebben we deze en deze optie. Deze telefoon, dat kopje of die portemonnee. Wat wil je? Ja. Mm -hmm. yeah. Wauw, weet je, ja. <laughs> dat is echt een. Uh... Lekker kort daad en, uh... Ja, ben jij daar gevoelig voor trouwens? Voor, voor dat soort. Uh, uh, we, we staan aan de vooravond van meedoen met die gasten. Er is ons al verteld dat, ons, uh, dat we op een bepaalde manier tegemoet getreden gaan worden. Dus uh, ze gaan uh, tegen je schreeuwen en ik weet vanuit uh, uh, de training, hè, zeg maar bijvoorbeeld de vechtsporttraining, is het ook wel gebruikt, dat er wel wat volume wordt gemaakt. Op een gegeven moment. Mm. Ik ga daar heel goed op. Yeah. Ik word daar heel erg uh, nou, zeg maar opgefokt van. Ik ga daar harder van trainen. Heb jij dat Gemotiveerd dan? word je. Ja, van. ik word ja. daar heel gemotiveerd. Ik weet niet precies ja. wat dat is, maar uh, ja. dat, 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 dat triggert mij op een of andere manier. Hoe werkt ja. dat voor jou? Uh, nou, ik ben niet echt een hele mannelijke man. Uh, dus ik ben meer uh, een soort vrouwelijk type, wat dat betreft. Uh, uh, It's a very confident man to say that, by the way. Uh, <laughs> dus misschien ben je stiekem toch mannelijker dan je oh. denkt, ja. <laughs> <laughs> beetje zacht. En ik heb ooit eens Krav Maga gedaan, ken je dat? Ja, uh, ja. ja En leuk. daar schreeuwen ze ook behoorlijk tegen je. En dat ik wilde daar toen uh, heel goed in worden, omdat ik uh, uh, plannen had om naar Zuid-Afrika te uh, verhuizen. En ik dacht, uh, mijn ouders wonen daar. Ja. En ik dacht, ik moet dan, ik wil me dan veilig voelen. Weet je? Dus ik, wil, uh, dus ik, ik kan had niet dag met een vlammenwerper rondlopen. Nee. <laughs> <Nee. Ja. laughs> ja. ja. nou, dus ik had, ik nam personal training van zo'n gast die dan een uur lang tegen je schreeuwt. En ik moet zeggen dat ik dat ik nog nooit in mijn leven zo hard heb getraind als toen. Dus dat Juist. Was wel ja, echt... oké. Okay, ja. ja, dus het werkte. Ja, ja. En ik voelde me ook. Ik werd er ook uh, opgepompt van, weet je, dat ik dus normaal ben ik helemaal geen uh, agressief type, maar ik liep daarna ook echt op straat, weet je, ik liep ik echt een soort van ja. rond te kijken, zo van. Uh, wie? wie? Ja, <laughs> Ja. Ja. <laughs> dat is wie. Ook als het lastig had. Ja. En vrienden, weet je, opeens wilde ik stoeien en zo. Weet je? Dus ja, ja, je wil toch even testen. Zin, ja. Ja. Dat is echt zo herken je vechtsporters. Dus als je een paar gasten met elkaar ziet praten op straat en die zitten de hele tijd aan elkaar te plukken, dan is de kans waarschijnlijk heel groot ja, zeg maar. Ja, ja, dat ze ja, samen ja. trainen. Want ik heb nog nooit zo vaak volwassen mannen Zeg maar, elkaar op zien tillen, uh, duwtjes geven, even een been optillen of wat dan ook. Als lui die uh, ja, ja, samen ja, vechtsport doen. Ja, dat is <laughs> ook, echt maar zo, ook gewoon in ja. de stad of als je uit eten bent ineens word je achter vastgepakt, lig je in een halve verburging. Oh, ja. sorry, vechtsportmaatjes zijn. Ja, en zoiets. mensen die die context niet kennen. Nee, ik denk, <laughs> wat doe je? Wat is dit? Ja. Ja. Doe je vechtsport? Um, nou, ja, fanatiek gedaan. Uh, vooral uh, um, aan het begin van onze carrière samen toen we elkaar leerden kennen. Nog steeds één uh, of twee keer per week probeer te doen. Maar het mag niet meer van uh, Noel, onze personal trainer. Oh. We, moeten, we moeten nu aan de bak. Dus uh, krachttraining, zwemmen, klimmen, ah, ja, ja. Maar ik probeer het wel een uh, rode draad door mijn leven te laten zijn, ja. Ja, ja dat heeft een heel ander effect op je. Hè? Dat, ik zwemmen doe ik ook veel. Dan krijg je... Viel, uh, toch veel meer uh, energie of zo, Mi minder dat uh, opgepompte, maar meer dat uh, ja, zwemmen is sowieso super goed ook voor je hele gestel. Dus uh, jij zwemt veel, ja, cool, wedstrijden of gewoon uh... nee, gewoon zelf. Baantjes, ja, schemaatjes uh, op straat oh. is kort met zo'n clubje. Okay. Die dan wel harder. Ja, we moeten geen wedstrijden, dan moet dat binnenkort ook. Maar uh, hoe werkt dat? Gewoon uh, ba baantjes trekken en dan uh, zwem je een kilometer? Of uh, wat is uh... ja, ja, bij ons in Amersfoort heb je zo'n uh, hebben ze van die schemaatjes wij. um, borstkrol zwemt en, uh, en dan weer uh, met zo'n plankje en dan weer met zo'n ding tussen je. Zo'n plankje, dude, ja. dat is lang geleden. Ja, dat is super pittig. Dat is echt de eerste baantjes die je daarmee doet haal je de overkant niet. Tenminste, eens. ik weet niet of het nu is. Ik weet nog toen ik zwemles had, toen kreeg je zo'n plankje, dan moet je vasthouden ja. en dat hield je kop boven water en dan ja. moest je kicken vliegtuig potlood moest je doen. Toen was het, toen was, het, toen was het, toen <laughs> het jij, iets anders, toen, was jij okay. nou, toen was jij nog niet zo zwaar dat het plankje naar onder werd geduwd. Ja, 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 ja. Het ja, ja nee, zorgde nee, dat ervoor nooit, dat ja. jij hier kon zitten. Ja, ja. ja. maar het is meer om je benen te trainen. Dus je doet borstcrawl zeg maar. Dus ja, ja een plankje ja, ja? voor je en dan trappel je, je, oh, je gewoon met je benen. Maar je mag je armen niet gebruiken daarbij. Dus je mag geen boskool maken, ja, gewoon een plankje voor je en dan... Uh, Klopt, oh. ja. En dat is echt heel zwaar. Dat snap ik. Ja, daar krijg je wel sterke benen van. Ja, gaaf. Ja, goede manier om, uh, om uh, fit te maken. Ja, het wordt het, uh, langzaamaan, als je boven de dertig bent, dan word je, moet je een beetje... Uh, ja, dat Hoop, snap ik. ik iets gaan doen. Maar dat vind ik wel interessant. Want um, ik denk dat dat iets is waar NLP-pootje ook een waarde heeft voor ons. Omdat um, nou, we moeten nu gaan trainen. En ik uh, herken uh, inmiddels best wel wanneer mijn uh, geest uh, een beetje weerstand uh, begint te genereren op onderdelen. Mm -hmm. Oh, fuck, zwemmen Oh, klimmuur. Hoogte vind ik, niet, vind ik niet super enthousiast van. Gaat nee. fixen, maar leuk vind ik het niet. Um, dus ik heb een uh, interne monoloog. Ik ben al het, het onderhandelingsproces al begonnen met mezelf. Snap je? En ik denk dat NLP, dat heeft ook, dat zei je er straks al... te maken met je interne gedachtenproces. Ja. Um, wat zijn technieken die jij inmiddels vanuit uh, je lessen... En, en want je bent veel breder als NLP. Mm -hmm. um, je, je hebt ook andere goeroes, uh, daar heb je kennis op gehad. Wat zijn technieken om, om dat spel beter te spelen? Want dat is iets daar gaan jij en ik binnenkort... echt allebei uh, snoeihard in terechtkomen. Ah, nou, ik heb die Cooper-test. Die Cooper-test die, uh, die heb ik al een aantal keer niet gehaald in het verleden. Dus daar zit bij mij wel een dingetje op. Ik ben geen uh, natuurlijke loper... Zoals ik tegen Noël zei. En Noël zei, jij bent een soort antiloop, maar dan niet het dier. <laughs> Allemaal van, een van die one liders die gast ook. Hè? Maar inderdaad, dus ik, uh, hey, joh, we zijn nu een half jaar vooruit. En ik, uh, ik merkte gewoon dat ik er nu al... Hey, je zit er ook aan te denken, weet je wel. Ja. We hebben een of andere uh, bliepant horloge gekocht, wat alles meet en doet. Heb je er ook heen. Uh, <laughs> ja, ja, dat moest. <laughs> mij was, mij was kan, het moet je Kan van alles, piept <laughs> veel. Uh, ja. um, maar goed, uh, zolang ik, uh, nog geen, ik heb zelf nog geen nieuwe horloge, dus... Maar hoe spelen we dat uh, proces? Uh, want we gaan onszelf daarin tegenkomen. Wat kan NLP en potentieel andere technieken die je hebt geleerd ons uh, leren om dat beter te doen? En wat precies beter te doen dan? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, zwemmen. Ik moet straks gaan zwemmen op zondag. Maar ik heb het zaterdag laat, maar ik heb geen zin in zwemmen. Nou, is er een interne monoloog die gaat bepalen of ik wel of niet ga zwemmen? En er zijn vast technieken om dat spel beter te spelen met jezelf. Ja. Weet je, uh, uh, wat, ik denk dat het heel persoonlijk is, maar wat voor mij. Uh, persoonlijk goed werkt, is uh, dat ik het gewoon in mijn agenda heb staan mm -hmm. en dat ik gewoon weet dat ik ga. Dus, dus iets, iets ja, weet dat maar, ik ga. Maar daar da dan... da 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 getuigt al dat jij hebt een intern gedachteproces mm -hmm. dat dan sterker is als gemiddeld, want jij kan iets wat ervoor zorgt dat als dat ding dan aanbreekt, die reminder van hé, hey, je moet trainen. Dat je ook daadwerkelijk gaat. Want er zijn genoeg mensen die dat zo, en die zitten nu, ja, ja, ik plan dat ook wel zin, maar daar ga ik niet. Weet je wel, dat is een soort uh, fuck you naar nou je ja, agenda op het moment dat de tijd daar is. Ja. Dus, de, dus daar moet je wel ergens een paar stappen maken in je hoofd. En misschien maak je ze zo makkelijk voor jezelf dat je het dan niet eens meer door hebt. Maar wat vertelt NLP daarover? Nou, ik, ja, weet je, het begint met dat je, uh, dat je een bepaald doel hebt op de lange termijn. Mm -hmm. En dat uh, werkt voor mij persoonlijk heel goed, maar dat is ook een NLP-manier. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld me aangemeld voor een uh, triathlon. Mm -hmm. Zo'n kleintje, 1-8. En ik, ik ben totaal geen sportief type van huis uit, dus ik heb geen. Uh, tot een paar jaar geleden sportte ik nooit en dat, dus ik heb dat echt mezelf gedacht van oké okay, ik wil fit blijven weet je ik wil fit ouder worden dus ja. ik ga daar goed voor zorgen en dus het begint met dat je een plaatje maakt dat je fit ouder wordt dus ik ben nu 36 Waar mm -hmm. ben jij ik ben 39, 39. Ja. Ja, dus dan, dat je, stel dat je zegt nou ik wil uh, uh, over 30 jaar als ik 70 ben uh, dan uh, wil ik uh, uh, dan wil ik fit zijn dus mm -hmm. je maakt een plaatje van jezelf uh, van uh, fitte uh, fitte versie van jezelf. Dus je ziet jezelf als 70 en je ziet jezelf gewoon fit zijn. Weet je, 200 kilo deadlift. Als je 70 bent. Dat lijkt me <laughs> een mooi streven. <laughs> dat, is, dat is iets anders dan fit misschien. Maar. <laughs> oh, nou ja. ja, ja nou, je bent wel sterk ja. als je kan. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, is extreem fit. Ja, dus je maakt echt zo'n plaatje dat je, dat je jezelf ziet in de toekomst. Dat je denkt: daar wil ik naartoe. Uh, over 30 jaar. Ja, dus het is een heel lange termijn doel. En dan vervolgens ga je terug in de tijd en dan uh, ga je bedenken: van, oké, okay, wat betekent dat? Uh, voor de aankomende jaren. Dus hoe, wat betekent dat over 15 jaar? Wat betekent dat over 5 jaar? Mm -hmm. Net zolang tot je denkt: van... oké, okay, uh, wat betekent dat vandaag? En, en uh, 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 als het goed is, uh, dan word je blij van het plaatje van over 30 jaar, als je 70 bent, jezelf fit zien. Uh, dus, in mijn trainingen vraag ik wel eens: als, als ik het tegen mensen zeg van oké, okay, maak een plaatje over 30 jaar en er is iemand 50, weet je, dan zie je ze meteen vertrekken. Weet je, en dan denk oh, ja. aan dat ze 80 zijn. Weet je. Maar dan denk ik, het plaatje van als je 80 bent, kan er ook leuk uitzien. Jazeker. Ja. Dus, dan, dus het is jouw onbewuste plaatje wat je hebt waarin je jezelf niet fit ziet zijn, mm -hmm. uh, wat veroorzaakt dat je niet wil gaan. Ja. Uh, ja. Dus als je, stel dat je dat omdraait. En dat je zegt, ik ga dus een plaatje maken wat zo aantrekkelijk is dat ik denk, ja, daar wil ik heen. En daar denk ik ook veel over na. En dan ga ik terug in de tijd. En op een gegeven moment uh, ga je gewoon na een jaar. Dus dan zie je zelf op je veertigste. Mm -hmm. En dan zie je jezelf bijvoorbeeld. Uh, uh, iets doen waar jij uh, energie van krijgt. In mijn geval is dat een triathlon. Uh, dus dan denk ik van, nou, mij lijkt het tof om dat te gaan doen. Weet je, om zo'n 1 achtste moet ik even bijzeggen voordat mensen allemaal. Verwachten. verwachtelijk. <laughs> <laughs> Iron <Man's lacht> Ja, precies. <laughs> voor mij is dat al heel wat. Uh, dus dan zie ik mezelf dat 1 achtste triathlon lopen en, uh, mm. en zwemmen en fietsen. Uh, met energie en met plezier, et cetera. En dan ga ik terug in de tijd. Dan denk ik, oké, okay, dat betekent dus dat ik moet gaan zwemmen. Ja. En dan moet ik, dat ik moet gaan hardlopen en dat ik moet gaan fietsen. Want als ik dat niet ga doen, dan kom ik daar niet. Dus dan. Dat zit, het is, zijn een soort, zijn dus, is niet één plaatje op zondag in je agenda, uh, of op zaterdag in mijn geval, uh, maar het zijn, de, het zijn er een heleboel achter elkaar door. Ja. Uh, en zo zie je dat steeds dichterbij komen. Waarom is het zo belangrijk om uh, dat um, niet negatief te framen? Omdat ik ook wel eens een keer heb gehoord dat het helemaal geen kwaad kan om na te denken over dingen die je echt niet meer wil in je leven. Dus als jij een doel stelt, bijvoorbeeld je hebt een BMI-uitdaging, gewoon moddervet, mm -hmm. uh, en je zegt, ja, ik wil gewoon niet meer moddervet zijn. Snap je? Ik wil ja. gewoon niet meer me zo, zo voelen zoals ik me nu voel. Ik wil niet twee treden oplopen, moeten stoppen voor een adempauze. Wa waarom is het dan beter om te zeggen. Want, want dat, die pijn die wil je vermijden, want dat voelt op een bepaalde manier. Um, waarom is het dan toch krachtig om te zeggen: Nou, ik wil graag slank zijn. In plaats van niet meer de pijn van het overgewicht. Nou, wat je zegt is wel waar. Weet je, je kan die pijn die je vermijdt, die kan je wel gebruiken. Hmm. Dus je kan het uh, als je. Uh, als je een goed uh, doel maakt vanuit NLP-oogpunt, uh, dan uh, zorg je uh, ten eerste dat je weet wat je wil in plaats van wat je niet wil, mm -hmm. uh, maar zodra je dat uh, hebt, hebt ingebeeld, hè, dus stel dat je zegt, nou, ik wil, uh, uh, ik wil niet tien kilo afvallen, maar ik wil bijvoorbeeld 60 kilo wegen. Ik misschien mm -hmm. maar iets. Weet je. Ik wil 60 kilo wegen en ik wil fit zijn en ik wil me goed voelen. En dan zeg je, wat zou er gebeuren als ik dat heb, als ik het heb bereikt? Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou het voelen? Hoe zou het klinken? En, uh, nou, et Net zolang dat je denkt, ja, daar krijg ik echt een goed gevoel van. Mm -hmm. En dan vervolgens kan je jezelf ook de vraag stellen: wat zou er gebeuren als ik het niet doe? Ja. En, en dan krijg je die pijn. Dus dan zeg je: oké, okay, stel dat ik zo blijf leven als nu, uh, wat gebeurt er dan? En niet per se uh, op de korte termijn, maar wat gebeurt er misschien wel op de lange termijn? Ja. Dus dan gebruik je die pijn. Dus dan heb je aan de ene kant vermijd je pijn en aan de andere kant ga je naar plezier toe. Ja. Dus dan heb je, uh, in het Engels noemen ze het de Propulsion System. Ja, dus het duwtje van achteren en het trek je naar voren. Ja. ja. En dat is wat mij betreft het meest ideale. Ja, ja ik, heb het, ik heb het hier ook wel eens in een podcast met uh, iemand uh, met, met iemand anders over gehad. En die zei ook van ja, soms moet je uh, om voorwaarts te gaan, moet je dingen tegemoet treden die een beetje eng zijn. En dan is het verdomd handig om iets achter je te hebben staan dat net iets enger is. Snap je? Dus, dus zeg het nog eens. Nou, om voorwaarts te gaan, dus om je doel te halen, moet je misschien enge dingen doen. Dus uh, of, of zware of pijnlijk. In je moet. Uh, stel je wil je BMI-uitdaging tackelen. Je moet regelmatig ja. naar de sportschool. En dat is niet zo'n leuk vooruitzicht. Dat doet een beetje zeer. Want je weet dat we ongemakkelijk gaat spierpijn krijgen. De, het, onge-, het sociale ongemak van daarmee starten. En dat, dat houdt mij tegen. Maar dan kan die visie van wat je te wachten staat als je niet gaat bewegen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, dan uh, word ik, uh, ga, ga ik jong dood en ga ik heel veel pijn, en mijn gewrichten gaan eraan, uh, organ failure, niet prettig, uh, whatever. En die angst die is dan net, net groter als, als de angst voor het ongemak van het trainen. En dat kun, kan je dan gebruiken ja, ja, om, om ja. toch, ja, toch ja, door te precies. gaan. Zo werd dat toen uitgelegd. Maar ik wil eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Ja, ja. Geinig. Ja. ja. In dat kader. Um, wat mij eens dus is geleerd, is dat mensen die coachen eigenlijk pleisters op hun eigen wonden aan het uh, uh, plakken zijn. Um, de meeste coaches, mensen die uh, in een bepaald domein erg goed zijn geworden, hebben ook wel een beetje hun eigen reis uh, daarin meegemaakt. Is dat voor jou ook zo? Zijn, zijn de technieken die je zelf hebt gemaakt, uh, pleisters voor jezelf geweest? Uh, ja, mijn interesse in persoonlijke ontwikkeling kwam wel echt voort uit uh, de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. En uh, gewoon uit noodzaak. Ja, <laughs> ja eigenlijk wel. Ja. Want, wat, uh, wat heb je voor je kiezen gehad? Nou, um, laat ik zo zeggen, tot mijn twaalfde ging alles best goed. Ja? <laughs> dus tot ik naar de middelbare school ging. En toen ik op de middelbare school kwam, toen kwam ik erachter dat school echt niks voor mij was. Hmm. En uh, dus uh, de, de schoolperiode was uh, een soort uh, drama-periode. Met, uh, waar ik uh, op best een hoog niveau begon. Uh, maar vervolgens nooit naar school ging. Dus al snel afzakte naar een uh, lager niveau. En ja. toen een nog lager niveau. En op een gegeven moment binnen twee jaar van school werd gestuurd. En toen uh, naar een andere school. En daar ook weer vanaf werd gestuurd. Ja. En, nou ja, en zo tot mijn twintigste uh, maakte ik er echt een potje van. W wat, is dan het, wat is dan, het wat is dan het, dat? Dat hebben we me dat afgevraagd. Ik heb, iedereen heeft dit soort jongens of meisjes in zijn klas gehad er zaten altijd ja. één of twee rebellen in ik ken er nog een paar ik ken nog Jennifer van vroeger dat was echt uh, die, die stond op de tiende gewoon in de hoek uh, achter een gordijn met de middelginger naar de vrouw. Weet je wel. ja 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 oké okay. <laughs> hoe is het met Jennifer uh, okay. nee maar gewoon dus er zijn wel een aantal namen waarvan ik denk van, oh ja nou die hadden wel uh, en achteraf wel allemaal goed terechtgekomen Toch wel je een beetje Facebook zo zien dan ze leven nog en ze lachen um, maar wat was het dan dat jou triggerde op dat moment dat je dertien was, dat je dacht. Fuck, ik ga dit gewoon echt allemaal nemen. Ik ga lekker tegen de richting in. Nou, weet je, ik vond andere dingen veel interessanter. Ik vond bijvoorbeeld werken, mm. uh, vond ik heel erg leuk. Mijn ouders werkten hard, waren allebei ondernemers. En uh, ik, uh, ik kon op mijn dertiende voor het eerst een baantje krijgen bij een restaurant. Uh, en ik vond het heel leuk om het hele weekend te gaan werken. Ja. He, dus ik ging uh, vrijdag, en die baas, het was toen nog allemaal makkelijker. Dus die zei gewoon, zeg het maar als je moe bent. Wat resulteerde in <laughs> werkdagen van 15 uur. Ja, maar dat kan je best en, hebben als je 13 bent. Ja toch, Martin, <laughs> ja hoor. <laughs> en mijn vader bracht me en haalde me op, want het was ergens in het midden in het bos. En uh, weet je, ik vond dat prachtig. En ja. dat vond ik leuk om te doen. Ja. En, uh, ja, maar er werd van je verwacht dat je naar school ging. En dat je dingen leerde die ik niet interessant vond. Ja. En uh, tot op de dag van vandaag uh, ben ik het daar ook nog een soort van mee eens. Dat ik denk van, uh, de dingen die mensen leren in die leeftijdsfase zijn voor het grootste gedeelte van je leven helemaal niet meer bruikbaar. Nee. En de dingen die ze niet leren, uh, die hebben ze juist het meest nodig. En dus uh, vandaar dat ik uiteindelijk natuurlijk ook deze richting, uh, ja. dat ik het heel leuk vind om hier les in te geven. Ja. Wat waren dingen die je toen nodig had, die ze je niet leerden? Waar zat het gat? Ja, goede vraag. Dat je weet ook niet of dat... Uh... Ah, gevoelsmatig. Ik, wat ik, ik uh, omga met emoties bijvoorbeeld uh -huh, uh -huh. Hè, waar je, je enorm uh, mee, uh, mee om te maken krijgt in je puberteit dan denk ik joh had iemand me maar geleerd wat ik nu vanuit NLP weet hoe je met emoties om kan gaan of had iemand me maar leren mediteren zodat ik die chaos in mijn hoofd kon ordenen uh -huh. uh, of uh, maar wat is een NLP ding wat je uh, alle zeg maar, uh, nou, alle voortgezet onderwijs uh, uh, leerlingen zou gunnen het omgaan met gevoelens ik kan me die periode ook nog wel herinneren dat was een turbulente tijd dus ik kan me ook wel voorstellen dat als ze me daar wat mijn van de trucjes hadden geleerd, daar had ik wel wat aan gehad. Wat, wat zou je ze meegeven? Als je nu alle, alle Nederlandse leerlingen voor je had. Oké okay, jongens, van vandaag doen we dit. <laughs> nou weet je, ik denk dat je, je identificeren met je gevoel. Mm -hmm. Dus iets voelen en dan denken dat het echt is. Dat is niet alleen voor kinderen en het pubers waar, maar dat is voor iedereen waar. Dat. Uh, dat, is, dat is enorm. Hè? Dus je voelt iets en je denkt: ik ben dit gevoel. Mm -hmm. hè? Dus je voelt onzekerheid en je denkt: ik ben onzeker. Mm -hmm. En uh, als iemand me had geleerd dat onzekerheid maar gewoon een gevoel is, en dat je dat gewoon kan omdraaien, bijvoorbeeld, dat je dat gewoon kan loslaten, mm -hmm. dat je je eigen gevoel dus niet serieus hoeft te nemen, nou, dat, is wel echt, dat zou wel heel waardevol zijn. Ja. En dat merk ik ook, want we krijgen wel eens pubers die dat leren. En, uh, bij mij in de training of uh, toen ik nog veel coaching gaf, uh, ook. En dan zie je gewoon dat ze dat, dat. gaat echt een soort deur voor ze open. Zo van. Oh, dus het is allemaal eigenlijk niet echt. Hoe leer je dat? Uh, ja. Ja, het is moeilijk om het even. Kort samen te vatten, dus een lange, lange versie. Ja, nou ja, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe je iemand zeg maar in die fase van zijn leven, um, uh, want als je het aan hun kan uitleggen, kun je het ook volwassenen waarschijnlijk wel uitleggen, Zeker. zo gek krijgt om zich niet te identificeren met het gevoel en dat loslaten. Want gewoon even loslaten, nou daar zeg je nogal iets in één zin. Dat is denk ik het moeilijkste wat een heleboel mensen nu op dit moment in hun leven hebben. Een bepaald iets op een bepaalde manier loslaten. Ja. Dus als je dat bij die mensen tussen de oren weet krijgen, ben ik wel heel benieuwd hoe je dat doet. Nou, het begint eigenlijk met dat ze... Dus wat, wat iemand tegen mij zegt, die zegt ik ben onzeker, ja. bijvoorbeeld. Uh, en dan is de vraag eigenlijk... Uh, ik maak er soms een stom grapje van, dan zeg ik... Uh, oh, hallo, onzeker, ik ben Robin. <laughs> en, <laughs> niemand vindt het echt heel grappig, maar... Het breekt een ijs in de hand. Ja, ja, dus ja, ja uh, we snappen hem. Ja. En, en maar dan zeg ik, dan zeg ik nee, nee, ik ben niet onzeker, ik ben eigenlijk uh, uh, Naomi of zo. Weet ja. je? En dan zeg ik, oké, okay, hoi Naomi. Ik zeg, je zegt, je zegt iets over onzekerheid, waar, waar voel je dat dan? Weet je, over, over hoe merk je dan, hoe weet je dan dat je onzeker bent? En dan zeggen ze, dat voel ik. Mm -hmm. En dan vervolgens zeg ik, oké, okay, waar voel je dat dan? Uh, en dan zeggen ze, ja, voel ik eigenlijk hier, weet je, voel ik in mijn buik of in mijn borst of zo. Dan zeg ik, oké, okay, dus, ja, dus je staat op school uh, en ben je altijd onzeker? Nee, ik ben niet altijd onzeker, weet je, dus, het is, dus ik ben alleen op school, weet je, alleen op dit moment, oké. Okay? Waar dan precies en wat gebeurt er dan precies? Zegt ze, oké, okay, dus ik sta bijvoorbeeld. Ik moet voor de groep, ik moet een spreekbeurt geven. Mm -hmm. uh, en ik voel onzeker gevoel in mijn buik. Ja. Weet je, en, uh, en vervolgens komt er een soort interne dialoog op gang. En die zegt: uh, wat Ben ik ook een sufferd of uh, weet ik veel? Mm -hmm. En zo nou, breidt zich dat uit. En dan komen er allemaal plaatjes in mijn hoofd. van ideeën dat ik nog vaker onzeker ga zijn. En ik ga me steeds weer dat filmpje herinneren. van dat het allemaal misging. Ja. En dus wat je eigenlijk hoort, is dat, uh, dat die emotie. Uh, die ze eerst koppelde aan de identiteit. dat het eigenlijk een proces is. Dus het is eigenlijk iets wat je doet. Dus je denkt beelden in je hoofd. Je denkt gevoelens. en mm -hmm. uh, Je denkt gedachten. en Je voelt gevoelens. En, en zo veroorzaak je dus eigenlijk je eigen onzekerheid. Nou, als mensen dat gaan inzien. Als ze gaan inzien van... Uh, of dat nou kinderen zijn of volwassenen. Maakt niet uit. Uh, dan, uh, dan kunnen ze dus een soort pauze inlassen tussen twee momenten. En zeggen van... Oh, wacht eens even. Daar heb je weer dat onzekere gevoel. Maar ja, het is maar een gevoel. Mm -hmm. En heel simpel uh, met je aandacht er naartoe gaan kan al... Uh, Ruimte creëren. Ja, dus op het moment dat je onzekerheid voelt uh, en je, je voelt het in je lijf, dan denk je, oh, dit is onzekerheid. Zo voelt onzekerheid. Weet je? Mm -hmm. het, voelt, het voelt zwaar of het voelt samenknijpend of zo. Soms is alleen dat al genoeg. Weet je? En dat je gewoon denkt, gelukkig, weet je? Ik, ik, mag, ik kan gewoon onzekerheid voelen mm -hmm. uh, zonder dat er verder iets verandert. En vanuit NLP voeg je er dan nog iets aan toe. En dan zeg je eigenlijk ook, oh, ik voel onzekerheid in mijn buik en dat maakt een samenknijpend gevoel. Uh, en dat gebeurt me. Maar in plaats van dat ik het nu laat gebeuren, maak ik het open. Dus ik ga expres ga ik het in de tegenovergestelde richting bewegen. Mm -hmm. ja. En de onzekerheid zijn we al lang vergeten. Weet je? Dus we zijn, inmiddels zijn we bezig met een soort gevoel in je buik... Ja. wat we aan het beïnvloeden zijn. En dus het wordt veel minder een concept en veel ja. meer iets tastbaars... waar je zelf invloed op uit kan oefenen. Ja, je, 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 je kleeft het niet meer aan je persoonlijkheid vast. Precies. Het is, het is gewoon ja. iets net zoals maagpijn. Of ik heb hoofdpijn, kun je ook een paracetamolletje tegennemen. Ja. ja, ja. Het is een ervaren ongemak waar je iets mee kan... Ja, precies. En waar je dus invloed op hebt. Mm -hmm. ja, wat ja. Je, ja, wat dus inderdaad niet onderdeel is van wie je bent, maar gewoon iets is wat je voelt. Ja. Het is gewoon een energie die je, die je kan transformeren, uh, mits je weet hoe dat dat moet. Is dat iets wat je mag maar, verwachten van mensen? Nou, is wel heel lastig. Want ik wou het hier net over hebben. Ik bedoel, ik, ik, nou ja. Voor de luisteraar, de luisteraar zal zeggen: weer, jij bent best wel uh, veel hiermee bezig. Je weet hier wel van. Ik heb een vriendinnetje die super gevoelig is, die zit langs mij. en die heeft eerder in de gaten wat er met mij aan de hand is dan ikzelf. Oh, ja. En um, uh, daarvoor heeft ze dan ook de bewustzijnsschool in Amsterdam. Maar <laughs> goed, die heb ik uitgekozen als, uh, als grote spiegel voor mijn leven. Maar um, uh, en dan krijg ik ook wel vaak vraag. Er zijn vragen van: wat voel je dan? En soms vind ik het echt super moeilijk om überhaupt. Uh, uh, is, is voelen voor mij een heel nieuw ding. Want ik heb mezelf aangeleerd door ook een moeilijke jeugd. door... Uh, tot mijn 28e trok ik een schild omhoog, er kwam niemand omheen. Mm -hmm. Als iemand lag te klagen om zijn problemen, dan, uh, dan kreeg hij of de wind van voren dat hij niet moest klagen. <laughs> of ik zelf sloeg dicht en dan ging ik maar gewoon weg, want dan was dat veel te pijnlijk. En, uh, dus ik okay, probeer dat ook wel te openen. Probeer meer naar dat gevoel te gaan. Van, als ik me dan een keer rot voel, probeer ik dat ook. Van, ja, wat voel je nu eigenlijk? En, uh, en soms merk ik ook nog dat ik, dat ik mezelf niet helemaal toelaat om te voelen, omdat ik dat misschien wel ergens eng vind, dat het. Ja, Misschien nog, toch nog wel een pijnlijk verhaal is sommige dingen. Is dat herkenbaar? En uh, is het herkenbaar bij de mensen die jij traint, dat, dat mensen het lastig vinden om bij hun gevoel te komen? Ja, voor mezelf is het zeker herkenbaar. Dat, dat toen ik uiteindelijk uh, NLP ging leren en ze het over gevoel gingen hebben, toen, uh, toen keek ik ze echt zo aan van gevoel. Ik heb helemaal geen gevoel, waar heb je het over? Hmm. Weet je, dus dat afsluiten, dat, uh, dat ken ik wel. En, uh, en je ziet het inderdaad, vaak ja, dat mensen dat, uh, dat ze. Kijk, de, de meeste mensen uh, volgen geen trainingen. Nee. Denk ik altijd. Weet je? Dus het, het, de mensen die al besluiten om iets te gaan doen, of dat nou via uh, jouw vriendin is, weet je? via die ingang of uh, via mijn trainingen of via iets anders. Dat, dat is toch de bovenste laag van de mensen. Dus er is al een soort bewustzijn. Ja. Toch die zeggen eigenlijk al: van, hé, hey, ik voel dingen en ik, wil, ik heb zelf Zeker. het idee dat ik daar invloed op uit kan oefenen. Ja. Het grootste gedeelte van de mensen wil helemaal niet voelen. Nee. Ja. En dat is ook heel erg lastig om dit dan. Uh, voor mij was het ook een proces hoor. Ik heb echt pas sinds een paar jaar uh, dat ik kan zeggen: van ja, uh, het is niet uh, mijn ex-vriendin schuld uh, dat ik me rot voel, het is mijn eigen schuld. Weet je Want vroeger was het, ja, kom maar, haar. Zij heeft dit gedaan. <laughs> ja. En dan, uh, en dan dat is zit het makkelijkste. He? Ja, er zit, maar ook gewoon niet weten. Echt denken dat dat dus daardoor komt. En ik heb echt wel. Uh, ja, ik heb jarenlang echt wel met gewoon gevoelens, met boosheid rondgelopen over bepaalde dingen. Terwijl. Uh, eigenlijk, ja, dan kom je weer een beetje op dat kleine jongetje wat, wat in je zit. Uh, want het is allemaal een beschermingsmechanisme. Mm -hmm. en om dat beschermingsmechanisme te openen, moeten er we wel echt een paar kwartjes vallen. Ik weet nog echt dat ik dit gesprek had, hoor. Dat ik jij van uh, uh, letterlijk toen ik tien maanden op mijn kantoor had geslapen, en uh, mijn ex-vriendin mijn ex letterlijk na het uitmaken, vrij snel een andere vriend had. Dat ik er echt pisser over was en dat ik dat het voelde dat het een soort van aangedaan was. En dat, mm. echt gewoon, dat er gewoon echt letterlijk aan tafel werd gezegd: van joh, wat jij daar voelt, heeft helemaal geen fuck met hun te maken. Het zit allemaal in jou. En dat ik echt dacht: dat vond ik zo moeilijk om dat te bevatten. Heb ik twee dagen over nagedacht en toen dacht ik, hmm, ja, zit misschien je? zit misschien wel. Koei <laughs> <be> True! Yes. <laughs> Weet je? En echt gewoon, uh, ja, dat zijn van die eye-opening gesprek, eye gesprekken die je ja, neemt. Met keer, wie was dat gesprek dan? Met mijn nieuwe vriendin. Oh, met je oh, ja. oh, <laughs> ja, nee, dat ging Maar, maar hij heel... zat te beklagen over het feit dat zijn ex te snel een nieuwe vriend had. <laughs> nee, zeg maar. nee, dat was hem wel een verhitte <laughs> ding over. Ik kwam er net uit een burn-out. En dan ging het ook over ja, hoe voelde ik me dan? Ik voelde me rot. En dan uh, nou, er zat er nog een hoop wrok en een hoop. Uh, acceptatie dat er niet... En maar goed. toen was ze nog niet je vriendin? Toen was ze wel mijn vriendin, ja. Oh, dat ja, wel. Ja, ja. Ja. Maar goed, dan kan je nog steeds boos zijn. Het was niet wat de erin. eerste date, zeg maar. Nee, nee, nee. De nee. derde, nee. <laughs> nee, nee, toen waren we wel een paar, maar een paar wekjes, maar maandjes verder. Maar uh, wel, wel vrij snel, omdat ik... Uh, nou ja, goed, op het moment dat je je daar bewust van raakt... dat iemand anders eigenlijk geen invloed zou hebben op jouw gevoel... Nou, die heeft er wel invloed over, maar je, je, je kan er zelf wat mee doen. Ja. En als jij dat weet en je zit vervolgens met iemand aan tafel... je partner, die als een... Uh, ja, want uiteindelijk kom je dus in een soort slachtofferrol. En iemand ziet dat niet. En ja, dan is dat echt wel... Uh, ja. Wow, er zit we wel even een niveauverschil hier in uh, bewustzijnsniveau. Uh, even mee omhoog trekken door een aantal kwartjes erin te doen. Uh, ja, dat, dat is wel grappig. Goeie, ja, als je met zo'n gevoelig iemand samenleeft of, of, of date... Of dan, uh, ja. dan gebeurt er wel wat natuurlijk ook. Ja, maar, ja. maar, maar buiten dat. Ik, uh, ja, als we nu lezingen geven, zeggen mensen ook wel... Mensen hebben wel eens dat vragen. Ja, ja, ik heb zelf een baas en een uh, baas is een lul en dit en dat. En ik kan niet verder met mijn baan. Oké, okay, dus het is de basis schuld. Ja. En als mensen dat zo stellig zeggen, dan denken ze dat, dus echt. Ja, en dat is echt gewoon lastig om dat eruit te knippen. Ja, en dan, mm -hmm. dan ah, even... ja maar ja, dat, dat is echt zo. Ja, dat geloof, daarom geloof ik ook dat het, dat het altijd tot een soort van eh, op vrijwillige basis moet gaan, die persoonlijke ontwikkeling. Want anders dan, ja. als mensen, als je tegen mensen zegt die de andere mensen nog de schuld geven... of het leven de schuld geven... of situaties dan... Ja, maar hoes, dan kom je even, niet dus, binnen. Ik hoorde dat straks dat NLP... jou ook volledig in staat stelt... om dat soort mensen mee te krijgen. Ja, dus maar, hoe gaan we dat soort mensen... De, in beweging krijgen? Ja, maar dat doe je dus... <laughs> door die vragen te stellen. Want als ik dan ga vertellen... ja, maar het is niet zo... en je moet het dan gewoon zo doen... dan denkt zij... ja, maar, ik, maar op het moment dat je gewoon zegt... oké, okay, dus jouw basis verantwoordelijk... voor jouw gevoel. En, en ze zegt ja. En ze zegt... is dat echt zo? Dan gaan ze verder nadenken... Wie kan jou laten voelen? Jij voelt toch alleen wat jezelf voelt? Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En dan, dan zie je gewoon letterlijk een soort van. Ja. <laughs> ja, dat is wel mooi. Dus de middel van een vraagstelling. Dat is ook de beste manier van coachen, toch? Gewoon mensen zelf laten inzien. Ik weet niet, wat zegt NLP daarvan? Hoe, hoe pakken jullie dit aan? Um, waarvan precies? Hoe? Nou, wat je aan het begin zei. Is, NLP gaat over twee dingen: je interne communicatiestroomlijnen. Dus je interne gedachtepust. Dat is waar Wig het over heeft. Mm -hmm. um, maar ook de mensen om je heen op een bepaalde manier programmeren. Mobiliseren om het gedrag te vertonen, wat jij graag zou zien dat ze vertonen? Toch? Ja. Zo vatten ik hem redelijk goed samen. Oké, stel je voor, je komt vanuit je rol iemand tegen die opereert, zoals Wig zei, iemand die met name denkt in beperkingen uh, veel moeite heeft. Waar, waar begin je dan vanuit NLP-perspectief? Om die persoon beter uit te lijnen... Uh, richting het gedrag wat jij wil hebben. Doe je dat inderdaad, zoals het zegt, middels vraagstelling? Of zijn er andere. Uh, ga jij dingen op een bepaalde manier anders zeggen? Of ga je bepaalde. wat wil ik bedoel? Ja, ja. En is het iemand die gevraagd heeft erom van tevoren? Nee, het is gewoon iemand die je in je omgeving hebt, uh, die bijvoorbeeld uh, beperkt denkt. Een vriend of vriendin gewoon? Ja, vriend, vriendin, uh, partner, maakt niet uit. Hmm. In, uh, uh, persoonlijk doe ik dan niks. Oké. Okay. Dus dan laat ik ze gewoon zoals ze zijn. Laat ze hun waarde. <laughs> nou ja, ik weet niet of het, het is niet per se NLP hoor, om dat zo te doen. Maar dat, uh, uh, voor, mij, uh, uh, voor mij persoonlijk werkt dat gewoon goed om uh, te te bedenken dat hè, de persoonlijke ontwikkeling die ik zoek en het pad wat ik bewandel dat dat gewoon voor mij is mm -hmm. en dat als mensen anders willen zijn dat ik dat dan ook probeer te accepteren, ondanks dat ik dat soms wel moeilijk vind, yeah. hè, want dan denk ik van goh ik gun jou eigenlijk ook dat je lekker in je vel komt te zitten of uh, dat ja. je de je doelen wel bereikt, maar uh, probeer ik uh, dat dan op afstand te houden. Yeah. Ja. Dat komt ook omdat toen ik net begon, dat, dat ik in het begin was ik juist tegenovergesteld. Toen ging ik echt iedereen om me heen proberen enthousiast te maken. En toen dachten ze eigenlijk van, nou, volgens mij is hij gewoon lid geworden van een soort secte of zo. Ja, je zat in je evangelistische fase. Ja, ja. ja. <laughs> ja. ja. En dus dat, ja, dat heb ik heel snel losgelaten. En uh, toen heb ik gezegd, nou ik ga het alleen nog maar... Uh, uh, aan mensen vertellen die erom gevraagd hebben van tevoren. Ja, eh, en dan eh, bij eh, voorkeur ja. mensen die er ook uh, gewoon uh, voor betalen. Dus klanten. Ja, snap ik. Dus ondanks, wat is een goede manier om... Uh, Oké, okay, check. Um, maar stel je voor, je hebt uh, te maken met... Um, je ziet het in teams wel eens. Uh, dan zijn er mensen die... Um, ik heb ze ook in mijn team... Ja, ik noem ze altijd... <laughs> eigenlijk mag het niet, want ze hebben vanuit Bel Belbin... hebben ze ook een mooie naam gegeven. Dat is een rol. Ik noem ze altijd azijnpissers. Mm -hmm. Maar dat zijn negatieve energieën in je dynamieken. Je hebt ze ook binnen relaties wel. Maar er is altijd wel een die... Oh, die op de kop verkeerd staan. Nou, jij ja, ja. zegt net van die ga ik niet lopen NLP'en. Maar ze frustreren mij wel. Dus ik zal dan in mijn eigen hoofd aan de slag daarmee moeten. Heb jij daar manieren voor om mensen die ja, de, ja, de negatieve energie een beetje te nivelleren? Als je niet bij zelf aan de slag gaat? Ja, maar jij zegt eigenlijk al. Van, dat, je, dat je. Zeg maar jij zal ermee aan de slag moeten of zo. Dus ja, het frustreert jou. Mm -hmm. en dus dan. Dus mijn idee is: stel dat je, jij voelt je gewoon goed. Uh, en een andere persoon voelt zich slecht. Ja. Uh, en dus dat, jij ervaart dat als negatieve energie. En die andere beïnvloedt jou negatief. Correct. Yeah? Zo wordt dat ervaren. Ja. 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 En dan, uh, dan kan je, kan je even vanuit mijn idee kan je gewoon leren om je goed te voelen in de omgeving van iemand die zich slecht voelt. Ja. Dus het eigenlijk wordt een soort wedstrijdje. Dus die ene persoon die voelt zich heel slecht en jij voelt je heel goed. Uh, en of hij beïnvloedt jou zodat je je negatief gaat voelen. Of ja. hij beïnvloedt hem of haar zodat diegene zich goed gaat voelen. Ik probeer dat altijd. En dat gaat het op zekere hoogte goed. Maar dan komt er een omslagpunt en dan word ik ineens heel boos. Ja, precies. Ja, ja het is volgens mij ook wel... Want heel vaak is het zo toch dat je die mensen die, dan, die jou frustreren... dat dat de kanten van jezelf zijn die je eigenlijk niet aardig vindt. Is dat zo? Ja, dat... Ja, wel mijn ervaring in ieder geval. Vaak wel. Als mensen ja. irriteren, doen ze iets wat ze uitvergroten... wat je zelf doet waar je niet zo blij mee bent. Klopt, ja. Ja, dus als ze zitten te klagen, vind ik mezelf eigenlijk een klager. Dat is wat je zegt. Ja, Of je hebt dat in je schaduwkant geplaatst en gezegd: je mag niet klagen. Yeah. Klagen is slecht. Yeah. Ja. Dat is een soort regel. En dan ja. laat je die regel ja. dus op jezelf toe. En daarom doe je het nooit. Maar als iemand anders het doet, dan veroordeel je diegene dus op basis van je eigen regel. Ja, gewoonloos nee. en loeihard ook. Ja. Ja, want je bent spak ja. dan. Ja, dat is wel grappig, ja. Want als ik nu even kijk. Waar is nu de laatste keer dat ik me heb geïrriteerd? Dan heb ik een beetje als mensen een beetje om aandacht lopen te vragen. Dus uh, bellen om even te praten. Uh, af, af, ik ben overigens gewoon verder best wel <laughs> sociaal uh, sociaal Maar um, nou ja, misschien wel heel erg. Ja, ik ben wel uh, erg afgezonderd. Maar ik kan me wel, als ik dat even een aantal de en denk ik ja, kom op. Oké, okay, waar gaat het over? Soms dan zeg ik dat dan ook gewoon. Ook. En dan merk ik dat ik me daar een irriteer. Ja. Misschien is het dat dan ook een beetje. Ik, ik heb een beetje hekel aan het complimentjes vissen. Dan komt omdat ik dat vroeger zelf heel veel voor heb gedaan en misschien een soort aversie daartegen heb. Oh, je kan het nu spotten. Je kan het nu herkennen. Je weet, het is ja. eigenlijk best wel transparant ja. als je weet wat mensen doen. Ja. En dat irriteert je dan ergens. Want ja. Ik zie wat je doet. Ja. Grappig. Nou, als je het omdraait, hè, dat is, uh, heb ik op een gegeven moment gedaan. Uh, dat leerde ik niet vanuit uh, NLP, maar vanuit uh, iets wat ze energy clearing noemen. En uh, dat, is, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat betekent eigenlijk heel uh, simpel dat je, uh, dat je de, het gevoel wat je voelt, dat je daar volledige verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat je, uh, dat je zegt, oké, okay, dit voel ik nu. Uh, en, uh, uh, en, en dat geef ik de ruimte. Want blijkbaar is er iets in mij wat dit gevoel wil voelen. Mm -hmm. Bijna tegenovergesteld als wat je met NLP zou doen. Want dan zou je dat gevoel juist weg proberen te poetsen. Yeah. Uh, om zo te draaien. Uh, maar, uh, dus wat het eigenlijk zegt is dat al die energiezuigers uit je omgeving... of al die mensen waar je uh, waar je, je aan ergert of uh, die je vervelend vindt... die uh, worden juist uh, een soort van jouw leraren. Uh, dus wat je dan doet is dat je... Wat ik bijvoorbeeld deed, was een, een vriend die was echt. Uh, uh, die, daar werd ik gek van. Die belde me altijd. Ik hoop niet dat hij kijkt. En, uh, je weet wie je bent. Ja. Uh, en, uh, en dus op een gegeven moment. Uh, ik probeerde dat altijd te negeren. Weet je, aan af te kappen en te denken: nee, ik heb misschien zin om je af te spreken. Want ik werd altijd heel moe van hem en hij had altijd negatief gedoe en zo. Toen leerde ik dit principe. En toen dacht ik: oké, okay, dus uh, dat negatieve gevoel in mij, wat ik krijg van hem, dat wil gewoon gehoord worden of gevoeld worden. Weet je dus dat ben ik toen expres gaan doen. Dus toen belde ik hem opeens op en zei ik van hé, hey, kom, we gaan koffie drinken. Hij helemaal verbaasd natuurlijk. Mm -hmm. En toen ben ik dat gaan doen. Toen ben ik daar gaan zitten. En toen ben ik gewoon gaan voelen dacht ik, oh, dit voelt zo negatief. Dit voelt zo naar. En uh, tegelijkertijd heb ik dat dus geaccepteerd. In plaats van me er tegen te verzetten, heb ik gezegd. oké, okay, dit is wat er nu gebeurt. En wat er toen gebeurde, heel gek, was uh, dat, uh, uh, dat het gesprek verliep eigenlijk redelijk relaxed. Ik ging weg, ik voelde me eigenlijk ook meteen weer normaal. Terwijl vroeger voelde ik me altijd heel negatief bij hem als ik wegging. Uh, en dat hebben we nog een keer afgesproken. gebeurde het weer, was het al iets minder. En toen op een gegeven moment hoorde ik helemaal niks meer van hem. Ah. En toen was het alsof die negatieve uh, prikkel, alsof die dat wat bij mij bij weerstand opleverde, mm -hmm. uh, alsof dat opeens gewoon weg kon stromen en, en dus verdween. En dat, was uw, dat is ook waar hij naar op zoek was ofzo? Ik weet het niet. Ah. Ja. Ja, uiteindelijk als ik dan nu kijk naar de mensen die bij mij dan bellen, die dus eigenlijk, eigenlijk zeggen ze ik wil aandacht. Mm -hmm. dus zal ik, ermee stoppen. Als, als, Sorry, als, man. Nee, ik zal dus, niet meer bellen op zondag. Dus als ik die aandacht dan gewoon. Inderdaad. En als ik dan terugkijk. van ja, maar heb ik ze dan die aandacht gegeven? Ja, te weinig voor hun doen, weet je wel. Zou ik wel iets meer in kunnen doen. Ja. En, uh, dus ja, als ik dat voor zou kunnen zijn. Nou, ja, je zegt het maar tegelijkertijd geloof ik toch ook wel dat gevoelens een uh, doel hebben. Want als je zo'n negatief gevoel hebt, zeg maar. Dat ja. is niet zomaar. Net zoals dat je boos bent. Als je boos bent, dan is er ergens een grens overgegaan bij je. Daarom word je boos. Uh, ja. Ik vergeet de naam van die mevrouw steeds. Uh, Helleman. Oh, ja, ja. Die heeft een boek geschreven um, en uh, dat is een soort emotioneel kompas. Dat, dat omschrijft bijvoorbeeld uh, alle staten van blijheid. Er zijn allerlei gradaties. Je kan vrolijk zijn, je kan euforisch zijn, er zit van alles tussen. Yeah. Um, en dan omschrijft ze ook waarom je op bepaalde manieren uh, op bepaalde momenten zo voelt. En vaak als jij een beetje boos of geïrriteerd bent, is dat met name omdat, omdat het wrijft met jouw verwachting. Zeg maar. wat, mm -hmm. Dus mensen doen iets wat je verwacht, of ze gaan een grens over. Een paar keer. En dan, dan, dan word je daar, daar... Daarom ga je in de verdediging vaak. En door dat te snappen... Um, snap je... Oh, ik word boos omdat ze grenzen overgaan. En dan kun je er alsnog wel verantwoordelijkheid voor nemen. Maar het gevoel vertelt jou iets. Net als dat je iets wat te heet is vastpakt. dan moet je loslaten, want dat brandt. Ja, ja. Dus ja. de temperatuur is te hoog. Dus net zoiets als dat je ergens boos van wordt... Er is hier gewoon gedrag... Uh, wat niet bij jouw unit past. Dat tolereer jij niet. Of dat, dat vind jij onacceptabel... Uh, en daarom word je nu zo boos. En dan kun je op zoek naar wat de oorzaak is. En dan kun je er voor iets van zeggen. Bijvoorbeeld, hey je doet het op een bepaalde manier. Het krijgt echt niet cool als ja. je dat zo bij mij doet. En je kunt het dus gebruiken als een ding. Maar, maar het helemaal uh, omarmen en het accepteren. Soms ben je gewoon geïrriteerd. En dan is dat terecht. Ja. En dan moet er gewoon iets veranderen. Snap je? Ja, als je, als je het op die manier doet, wat er dan natuurlijk gebeurt, is dat je, uh, dat je dan je, je persoonlijkheid, weet je, die heeft je hebt een regel geleerd. Uh, iemand hoort zich op een bepaalde manier te gedragen. Mm -hmm. En daar moeten ze zich aan houden. En dus wat je dan doet, is eigenlijk dat je, dat je zegt... Uh, stel je bijvoorbeeld voor dat uh, uh, iemand... Uh, je, jij zei net van de regel van ik moet sociaal zijn of zo. Mm -hmm. hè? zo ja, uh, zoiets ja. Yeah. En, <laughs> <tijd> 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 zoiets. <tijd> niet? Nee, nee inderdaad. Ja. <tijd> Het yeah. dus, yeah, is een soort onbewuste regel die je hebt. Weet je? En als iemand zich daar dan dus niet aan houdt... dan word jij gefrustreerd of boos ja. of zo. Maar dat, en dan ga je er dus vanuit dat die regel die je geleerd hebt, weet je van ik moet sociaal zijn, dat die echt is. Dat die, maar eigenlijk is die regel op zichzelf illusoir. Dus is het, als, je, als je je persoonlijkheid in stand wil houden zoals die is, dan zou je kunnen zeggen, nee, ik vind, ik ga dus die, die boosheid vertelt mij, ik ben boos omdat diegene niet sociaal is of zoiets. Mm -hmm. En dan ga je dat uitspreken en dan zeg je, hé, hey, maar jij moet sociaal zijn, want, want ik vind dat vervelend als je dat niet bent of zo. En dan zegt diegene, ook oh, begrijp het, ik zal mijn best doen of zo. Mm -hmm. en dan, maar dan hou je dus je persoonlijkheid in stand en dan doe je alsof het, alsof het echt is, alsof het waar is. En je zou, die, wat ik net probeerde te beschrijven, is dat je dus eigenlijk een stap daarachter doet. En dat je eigenlijk zegt. De reden dat dit gevoel komt, is omdat ik dat vind dat ik dat moet zijn of dat ik dat moet doen. En dan kun je het beter en, loslaten. En als je dat overstijgt, ja. dan verdwijnt de hele regel op zichzelf. En dan zeg je of iemand nou wel of niet sociaal is, maakt eigenlijk niet meer uit. Ja. En als je dat wilt, hè, dat is natuurlijk... Altijd nee, ik wil het zeggen, dat snap ik. En ik snap dat mijn eigen persoonlijke lijden er minder van wordt, zeg maar, emotionele lijden. Ja. Maar misschien als ik bepaalde regels stel, ik ben een uh, leidinggevende. En ik frustreer me aan het feit dat jij geen reet doet. Dan kunnen we op zich kunnen we nadenken over die regel uh, die ik in mijn hoofd heb, dat ik namelijk vind dat jij iets moet doen en je doet het niet. En dat geeft mij een vorm van lijden, want het irriteert mij. Ik vind niet dat we die regel moeten aanpassen <laughs> om, om mijn persoonlijk lijden te verminderen. Ik vind nee. dat we iets moeten vinden van jij die je niet aan die regels houdt. Maar, maar moet, moet je je per se frustreren? Of kan, zeg maar, kan je ook zonder te frustreren iemand uh, helpen om uh, zijn werk goed te doen? Ja, dat, um, dat is een goede vraag. Ik denk dat het kan, maar ik denk dat die frustratie ook een soort brandstof is om erachteraan te gaan. Ja, ja dus dan motiveer je jezelf uh, door pijn te vermijden. Te zeggen: de Eigenlijk wel van ja, weer, dit, dit ja. ding moet weg. En ik denk ja. dat een heleboel mensen op deze manier opereren. En Zeker, ik vraag me af ja. of je niet uh, stil blijft zitten op dingen waar eigenlijk op bewogen moet worden. als je zelf te veel boven dat soort. Voel plaats. Want ik, ik, ik ben dus ook meer een, een denker geweest, maar ik heb name de laatste anderhalf jaar veel meer geprobeerd vanuit gevoel uh, te handelen. Intuïtie, dit voelt op een bepaalde mm -hmm. manier. En ik weet dat rationeel dit nu misschien de beste stap is, maar dit ding, daar moeten we iets mee. Want dat gevoel geeft mij ook informatie. Ja, ja. Ja. Een soort kompas misschien wel. Maar tegelijkertijd snap ik dat ik mezelf ook wel eens lijden aandoe. Omdat ik bepaalde van die spelregeltjes hanteer. en die projecteer ik dan op de buitenwereld. En dan vind ik het frustrerend als ze het niet doen. Ja, precies. Het ja, is, nee, ja, maar die snap ik wel. Dat is en een daar... soort keuze dan ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dan zeg je, wil ik, dit, wil ik dit nog langer voelen? Ja. Of wil ik dit nog langer vinden? Ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn trainingen. heb ik me heel lang geërgerd aan mensen die uh, er steeds tussendoor praten. Ja, dus dan heb ik, zit ik net lekker in een soort ritme. in een flow. En dan, uh, en dan ben ik lekker bezig. en dan opeens zegt iemand: Oh ja, ik heb ook een keer iets meegemaakt. En. Uh, ja. En die gaat dan, en, en vro vroeger dan, weet je dat. Maar het voegt wel toe aan je verhaal. Het is niet dat hij met de buurman zit te kletsen en plaatjes op zijn telefoon laat zien. Nee, dat maakt dan toch niet uit? Het is gewoon de onderbreking. Ja, precies. Het gaat om de onderbreking. Als ja, iemand vanuit ja. enthousiasme bijdraagt aan het verhaal, er meer begrip voor hebben als dat ze tegen elkaar zitten en zijn niet aan het opletten. Dat laatste vind ik echt heel vervelend. O oh, ja. Nee, bij mij maakt het niet uit. Okay. Dus als ik iemand er gewoon doorheen praatte, dan was ik. En dat dan kon ik schijnbaar, heb ik wel eens teruggekregen als feedback, dat ik dan echt heel bitchy van me afkeek. <laughs> Van wat doe je? En, ja. en toen dacht ik: van oké, okay, ik ga proberen om daar beter mee om te gaan. Uh, weet je, totdat ik me realiseerde dat ik zelf zo iemand ben. Weet je, dus als ik zelf ergens een training uh, aan het volgen ben, dan, uh, dan ga ik dat zelf dus doen. Dan ga ik zelf de hele tijd er uh, dus door en opmerkingen maken en zo. En toen dacht ik: wacht, weet je, eigenlijk vind ik dat dus niet. Vind ik dat niet kunnen. Weet je. En, en toen heb ik dat gevoel, wat ik dan elke keer voelde, heb ik geprobeerd om gewoon zoveel mogelijk gewoon te voelen. En te denken, oh, hoe voelt dit dan? Weet je, hoe voelt het? Ja. En net zolang totdat het de ruimte kreeg, en het grappige is dat dan eh, daardoor verlopen mijn trainingen smoeter. Want als iemand nu een keer iets tussendoor zegt, dan zeg ik: Hey joh, bedankt voor je opmerking, maar eh, ik eh, kom er straks even op terug. Ja. Maak even dit verhaal af. En dan doe ik dat vanuit vriendelijkheid en niet vanuit bitch. Je neemt het niet meer persoonlijk. Ja. Precies. Ja. Ja ja ja, 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 ja. Wat is het dan dat we onszelf zo irriteren? Ja, het aan... is het, ja. ja, ja, ja. Dus je neemt het in precies, je neemt het ja. niet meer persoonlijk. Ja. Ja. Wat, wat is het dan dat we onszelf zo kunnen irriteren aan bijvoorbeeld uh, klassiek verhaal? Uh, een moeder die uh, politieagent is, uh, die haar eigen kind niet kan controleren. Het kind gaat, doet allerlei dingen wat ze niet wil. Ze vindt dat ze het kind rustig moet houden. Het moet, het moet een soort van gecontroleerd zijn. En mm -hmm. dat, ze vindt dat de kind maar wat doet. En dat, dat deinst ze natuurlijk helemaal terug in haar eigen werk. Waar je alles in wil controleren. En wat gaan je kinderen dan doen? Ja, precies het tegenovergestelde. Mm. Wat is het dan zo dat, wij, dat ons... Dat, dat dat dan zo irriteert? Dat we vinden dat iedereen... Is dat toch omdat we vinden dat iedereen een soort van moet zijn zoals wij willen zijn? Ik weet niet of ik het hem bevolg. Dus de moeder is politieagent? De moeder is politieagenten. Yeah. En die irriteert zich aan haar eigen dochter. Yeah. Uh, omdat niemand doet, die, die luistert niet, die, uh, die zit overal. En, uh, en, terwijl, uh, en zij klaagt daar dan over. Terwijl, uh, ik denk als je zegt, meer bij jezelf zou kijken... Of wat voor type persoon dat je bent, wat voor baan dat je doet. Want de baan zegt heel veel over iemand. Uh, en je bent politieagent, daar draait alles om controle. Controle, regels. Uh, en, ja, en dat krijg je toch een soort van uh, terug van je kind. Ja. Yeah. Hmm. Wat je zegt is dat kind dat, dat doet citrant omdat het te veel regels op krijgt? Ja. Of, of die moeder legt ze juist niet op omdat nee. ze het aan de werkkant al zoveel moet. Nee, de moeder, de moeder houdt ontzettend van controle en regels. Projecteert dat onbewust op het kind. Het kind zegt gewoon: Fuck you, gaan we het niet doen. Ja. ja. Dat en is dan klassieke verhaal: van, uh, oh, ja, 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 ja. van houdt van controle en regels. Ja. En als je dan heel letterlijk naar die woorden luistert, dat je dan zegt. Ze, ze houdt ervan, dus ze, uh, ze, ze geeft ze liefde. Zich, ja, ze voelt hè? zich veilig ermee, ja. ja, denk ik. Maar waar houdt ze dan dus onbewust niet van? En dat is van controle loslaten en al die dingen. Dus dat wordt onderdrukt. Ja. En dan is het heel vaak zo, hè, dat de schaduwkant van jezelf... dat die dan uh, in een van de gezinsleden, in een van de kinderen terechtkomt. Ja. Dus dan zie je een uh, uh, hele autoritaire vader die... Uh, met um, een ja. heel... Uh, oh. ja. uh, te, te, precies tegenovergestelde in het kind of zo. Is dat... Ja, een soort zwarte schaap, weet je wel, dat uh, concept. Ja. En, ja. Nou, ik, denk, zegt ik dat ook mensen. Dat nou, ween. ik denk dat er ook iets in zit van jongeren. die uh, op een gegeven moment wil je je stem laten horen. En, je, en wat wil je dan doen? Als je je stem wil laten horen, wil je zelf laten zien. En je wil anders zijn dan de rest. Want jij wil ook je eigen dingetje hebben. Dus daarin is een heel. Ik heb dat een keer gelezen in een boek. Uh, dat. Um, uh, kinderen die stem proberen te ontwikkelen, wat ze dan vaak doen, is een tegenreactie tegen ouders. Ze willen iets anders. Je oh. ouders komen op de, op de braderie van het dorp, nou dan gaan wij daar niet heen. Weet je, wij gaan daarheen. Ik bedoel, er komt een soort van ze willen zichzelf ontwikkelen. Ja, ja, en ja, ja. En Dan ga je afzetten tegen de gevestigde ja, norm. En als de gevestigde norm is orde en regelmaat, dan wil jij juist het zeker tegenovergestelde. Ja. Dus het beste wat je kan doen, Zeker niet dus als je, je kinderen orde en regelmaat wil geven... is ze chaos geven. Ja, en dan zich daar tegen afzetten. Uiteindelijk. Als je dat kan. Ja. Ja, ja. Ja, Controleren de chaos. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk wel dat dat een... Uh, maar dat kan ook pas dan in één keer... dat ze op een dertigste denken van... ja, fuck, mijn hele leven is één groot chaos geweest. Ik ga het nu anders doen. En dan, mm -hmm. dan is er ook weer geen contact. Ik bedoel, ik kom zelf ook uit een chaotisch gezin. Nou, je hebt ook wel het een en ander meegemaakt. Waarover overigens ontzettend veel aan het afwijken geweest. Want jij je bent eigenlijk maar uh, aan het woord geweest tot je, tot je twintigste. Dus ik ben nog wel even benieuwd naar het verhaal wat daarna kwam. Uh, dat ging over je schoolervaring, dat het niet zo lekker ging op je twintigste. En wat, uh, nou, weet je. Ja, wat, wat grappig is is dat uh, als ik er nu aan terugdenk, weet je, dan denk ik van uh, in die periode uh, werd ik eigenlijk neurolinguistisch geprogrammeerd. Uh, door, de, hè, door mensen op school en door mijn ouders en door mensen die. Uh, uh, zeg maar niet in me geloofden, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoewel mijn ouders altijd in me geloofden. Uh, maar, uh, maar er werd gezegd: er is iets met je aan de hand, er moet iets veranderen, er is iets mis met je, weet je. Uh, ja. Dus er. Uh, weet je, als je bij de rector moet komen en, uh, en ze zeggen, nou, als je zo doorgaat, dan uh, komt er niks van je terecht of zo. Ja, ja. ja en dat, ik denk dat, ik dat, dat er een, een korte periode was waarin ik dat geloofde. Weet je, waarin ja. ik dus geloofde dat ze gelijk hadden en dat ik dacht van, oh, ik ben eigenlijk gewoon dom en ik ben een mislukkeling en uh, uh, er komt niks van me terecht en zo. Dus ik ging, als het resultaat van die ne uh, negatieve programmering, ging ik ook allemaal hele zullige baantjes zoeken en dat ging ook allemaal mis. En, uh, weet je, voelde ik me niet uh, uit, genoeg uh, uitgedaagd, et cetera. En dat, dat, werk, dat ging eigenlijk door tot, ergens tot, ik, uh, tot ik twintig was. En toen had ik echt een leven met alleen maar, uh, met alleen maar feesten. En, uh, en, en brak aan het werk weer. En het ene baantje na het andere. En, zo. en dat ging eigenlijk, nou, het sloeg nergens op. En toen, uh, toen kwam er, een, er kwam een soort omslagpunt. En dan moest, moest ik nog aan denken voordat ik hier naartoe ging. Dat, uh, dat er op een gegeven moment had ik een baantje als verkoper. Dat was mijn allereerste baan als verkoper. En uh, dat, uh, dat, ging op, dat ging best wel goed. En. Uh, die, die man, die eigenaar van het bedrijf, die was helemaal onder de indruk van mij. En uh, dat, uh, dat, ja, dat vond ik eigenlijk heel gek, want dat wat gebeurde niet zo vaak, weet je, in die periode. Dus het uh, was een oudere ondernemer al, hij was al uh, tegen de zeventig. Hij was altijd, s ochtends als ik op kantoor kwam om acht uur, dan was hij er al. En s'avonds reek ik wel eens langs het pand om tien uur s'avonds, zat hij er nog. Weet je, die man was altijd aan het werk. En, uh, en ik had, we verkochten kunst en kurk, nee, andersom kunstreproducties en kurkvloeren. Sloeg helemaal nergens op, een rare combinatie. Maar ik had dus al die zooi uit het magazijn gehaald en ik was dat gewoon gaan verkopen. En daar uh, nou, was hij helemaal van onder de indruk. En toen kwam hij op een gegeven moment na een paar maanden kwam hij bij mij uh, aan mijn bureau staan en zei hij, ja, we moeten even praten. Uh, en toen dacht ik, oh shit, dan gaan we weer, weet je wel. <laughs> Paard. Ja. En, uh, maar goed, nee, dat bleek anders te zijn. En dus, uh, dus hij, uh, hij zei tegen mij, uh, ja, hij zegt, ik ben echt onder de indruk van je kwaliteiten en, uh, en wat je kan. En hij zegt, en ik... Hij zegt, ik vind het eigenlijk dat je, je moet hier niet blijven werken. Want dit is zonde. Je hebt zoveel kwaliteit. Hij zegt, ga maar ergens solliciteren als verkoper. En dan, uh, uh, dan schrijf ik een goede recensie voor je. En zo en, en dat, en ik, ik was helemaal onder de indruk daarvan. Weet je, ik fietste echt naar huis. En dat ik echt dacht van, wow, wat gebeurde er net? Weet je, ja, zo gaaf. Ook tof van hem. Super, ja. ja. Toen kwam ik thuis en magische... een heel cynisch, persoon, zou zeggen. Ze een hele goede NLP geweest. Ja, maar ik weet die weet wat hij is. Ja, ja moet hem ooit eens gaan bedanken? Het ja. ja. fietste ik naar huis. En het was heel grappig dat, dat een, een vriend, mijn vriendinnetje toen die had een vriend op bezoek uh, en, uh, en ik kwam eigenlijk thuis aan fietsen en ik zag een, een gloednieuwe Golf 5 zag ik staan. Dus, uh, het was toen een helemaal nieuwe auto. Weet je was net uit. En, en ik dacht zo'n mooie auto. Zeg. Weet je, en ik ging naar boven en toen bleek, bleek dat van die vriend van mijn vriendin te zijn die daar op de koffie zat en die zat daar netjes in pak weet je en die had daar een hele uh, ja, een soort van uh, een professionele uitstraling en ik kende hem nog van vroeger en toen werkte hij als verkoper bij de scher en foppen weet je dus ik vroeg aan hem van goh wat doe jij wat uh, is die auto van jou ja ja zo is of van mij en ik eigenlijk vond ik hem vroeger een beetje een sukkeltje ja. en, uh, en, en nu was ik dus opeens dacht ik zo weet je wat, uh, wat een gast hé. Wat, uh, wat een uh, ding en hij bleek uh, bij de gouden gids te werken en nou ja daar uh, uh, hij zei, daar verdien ik heel goed en daar heb ik, krijg ik alles voor elkaar. Uh, met, uh, uh, en, nou ja, dat was voor mij echt een soort omslagpunt. Dus ik heb een gouden gids uh, gemaild en gezegd, ik wil bij jullie werken. En toen werd ik aangenomen. Uh, en toen ineens uh, draaide het hele proces om. Mm. In één keer kreeg ik, uh, kreeg ik aanzien. Ik kreeg ook een Golf 5 en een pak. En, en ik werd, was bovendien heel goed in dat werk. Uh, dus ik verdiende heel veel geld daar bij yeah. het bedrijf. Uh, en uh, nou, binnen... Twee jaar werd ik gerecrued bij een ander bedrijf. Je? En in één keer, binnen, binnen een paar jaar tijd, had ik opeens een topsalaris en een topbaan uh, met een, uh, nou ja, met alles erop en eraan. Dus het mm. er, er, er was een soort omslagpunt, zeg maar. Dat ene moment bij dat bedrijf, waar in één keer iemand met de verkeerde kant of de goede kant op neurolinguistisch programmeerde. Ja. Ja. Mm. En dat, uh, ja, dat was voor mij wel echt uh, uh, het besef achteraf gezien dat hoe krachtig het dus kan zijn om de juiste dingen tegen iemand te zeggen. Ja. Als de juiste persoon op het juiste moment de juiste dingen tegen iemand zegt, dan opeens. Uh... Ja. En wat er aangaat is wat die, wat die voor elkaar krijgt, is dat je uh, als ik daar op afstand naar kijk, is jij begint te geloven in je eigen competentie door het boeken van een aantal kleine succesjes en die stapelen op en daardoor kun je steeds grotere uitdagingen aan en daardoor zeg maar gaat het soort van ja, snowballen, zeg maar, het wordt steeds, steeds groter, je succes en daarmee genereer je momentum en daardoor gaat het vooruit. Maar dat, ja. begint, dat begint met één positieve opmerking. Ja, ja, bizar. Hè? Maar jij ja. hebt dus in de, en dat, zijn wel, dat zijn wel defining moments, dat de moment waarop je leert van, oh, stiekem ben ik gewoon competent. Ja. Zo van, hé, hey, wauw, dit begint, dit begint er bijna op te lijken alsof we er verstand van hebben. We lopen het risico professioneel te worden hier. Um, dat, dat zijn van die momentjes, ja, ik weet dat nog goed, wanneer dat bij mij was. Weet jij dat nog? Wanneer je in de gaten kreeg van, oh, wacht eens even. Misschien toch nog wel wat in huis hier. Uh, ja, wel verschillende momenten hoor. Wel, uh, als je merkt je het vaak als je van de ene werkplek naar de andere werkplek gaat. Mm -hmm. en, uh, uh, of op het moment dat je ergens langer. Uh, langer ik heb altijd zoveel diverse dingen gedaan. Ik heb ook nooit op één plek blijven hangen of zo. Ik heb ook altijd geweigerd om in de supermarkt te werken. Mm -hmm. Daar voelde ik me sowieso al te kut voor. Of te, 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 niet, nee, te, te goed oude, voor. Te goed voor. Dus <laughs> uiteindelijk voel je jezelf dan een soort van beter dan de rest. Mm. Um, maar laat het wel wezen. Ik heb ook na mijn, na mijn HBO. Heb ik 52 sollicitaties gedaan. Ik heb het excel nog op mijn, eh, om, op mijn computer staan. Zal je nog even Weet kijken. Een fucking banen jongen. Of? Nou ja, gewoon, ik, ik, ik merkte op een gegeven moment gewoon ook, uh, oké. Okay. Dan zit je dus in die banenmarkt met honderden afstudeerders. En ik dacht dat ik bijzonder was, want ik, had afgestudeerd, ik was afgestudeerd in Sydney. Ik denk dat dat stond goed op mijn cv. Nou, nobody gives a fuck, weet je wel. <laughs> <laughs> dus uiteindelijk, je komt in die banenmarkt van honderden mensen. En um, ik ben op een gegeven moment ook maar gewoon gaan solliciteren om op gesprek te gaan. Om gewoon überhaupt bij bedrijven binnen te staan. Gewoon de energie te voelen. En ook het gesprek solliciteren, te oefenen. Ja, ja, want daar word je niet in he? getraind. Ja, ja. Eh, hierin wil een leuke baan, maar niemand snapt hoe dat je solliciteert. En ik ben er echt heilig van overtuigd, hetzelfde als dat je twintig keer je workshop doet, op een gegeven moment weet je gewoon wat goed valt. Ja. En waar mensen op aangaan en waarvan ze zeggen van, hé, hey, dit is goed. En uh, ik denk ook wel dat je gewoon je plek moet vinden. En op een gegeven moment komt dat dan allemaal een soort van samen. En had ik wel echt een hele gave uh, baan, waar ik, waar ik mezelf wel echt in kon ontwikkelen. En waar ik net zulke stappen, uh, eigenlijk een beetje hetzelfde proces als dat jij hebt gedaan, heb kunnen, kunnen maken. En dan gaat het ook in één keer voor de wind. Dan zit je ergens in en dan geloof je er ook in. En dan loop je naar binnen van: yeah, baby. Ja, dit is cool. Dit is me, weet je wel? En, ja, dus, het is echt gek, vind ik, hoor. Dat je dat je, dus een, dat je dat totaal kan veranderen. Weet je dat je als ik dan denk van vier jaar later had ik het, uh, had ik alles voor elkaar. Weet je, had ik echt een topsalaris, een hele dikke auto, een kantoor op de Herengracht. En toen geloofde ik dus weer uh, in dat plaatje. Ja. En dus toen dacht ik, ik ben Robin de succesvolle man of zo. Weet ja, je? Dat, ja. en, 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 en toen ik NLP leerde, dat was op mijn 24ste. En toen ineens besefte ik me uh, hoe die veertien jaar daarvoor... als het ware, me, ik gewoon van hot naar her ben geprogrammeerd. Weet mm -hmm. je? Eerst ja. om te geloven dat het, uh, dat het allemaal niks werd... en toen om te geloven dat het allemaal wel wat werd. En toen dacht ik, ja, de waarheid bestaat blijkbaar niet. Nee. Blijkbaar kan je, als je dus leert geloven over jezelf, wat je wil geloven over jezelf, dan creëer je het leven wat erbij hoort. Ja. maar, maar toen, toen, had je de dikke golf, je had het pak, je had de money, en toen dacht je, want dit is niet meer wat je nu nog doet, dit is het ook niet, want je bent andere dingen gaan doen. Ja. Ja. Hmm. ja, eigenlijk per toeval dat ik een NLP-training uh, uh, tegenkwam, uh, dat uh, mijn moeder had een, uh, een NLP-workshop gevolgd. En die was daar heel enthousiast over en ik had geen flauw idee wat het was. Mm -hmm. En ik mocht in die tijd, uh, werkte ik uh, bij Yahoo uh, en, uh, en daar mocht ik heel veel trainingen volgen van mijn werk. Uh, NLP zat daar niet tussen. Uh, maar ik hoorde daar iets over en op de een of andere manier dacht ik, volgens mij moet ik dit gaan doen. Ja. En, en volgens mij echt het moment dat het allereerste keer dat ik die man daar voor dat groepje zag staan, weet je, wel, in die, uh, in die ja. training toen, toen had ik al wel zoiets van, god, dat is leuk werk. En, maar toen identificeerde ik mezelf daar helemaal niet mee. Dacht ik echt niet dat ik dat ooit zou doen. En, uh, maar, maar NLP had een enorm positieve invloed op me. Dus ik, ik, het eerste weekend ging over het loslaten van oude negatieve emoties en herinneringen. Weet je, dus ik uh, uh, liet een heel stuk verleden achter me. Mm -hmm. uh, en daardoor knapte ik enorm op. Ik voelde me veel ontspannender, veel zelfverzekerder, veel relaxter. En, uh, en eigenlijk uh, na drie dagen training had ik al zoiets van: wow, weet je, dit is echt vet. Dit is echt, hier moet ik iets mee. Mm -hmm. en, uh, en mijn vriendinnen en mijn omgeving en iedereen, zei van: zo, het, het gaat goed met jou hoor. Je zit zo lekker in je vel, en je bent zo vrolijk en je bent zo relaxed. En, uh, nou ja. en ik kwam eigenlijk helemaal niet daarvoor. Weet je? Ik kwam eigenlijk uh, voor dat linguistische deel. Ik wilde eigenlijk graag beter leren overtuigen. En ja, verkopen. beter verkopen. Ja. <laughs> hoe manipuleer ik mensen beter? Ja, nou, ja. dat was echt mijn gedachte. Ja. Ja. Ik denk, hoe krijg ik het. Maar het gekke is, daar ging die training voor mij uiteindelijk helemaal niet over. Hm. Het bleek dat ik dat al best aardig kon. Ja. En, maar dat het, uh, dat het stuk emoties weet je, en gevoelen, uh, dat, dat, pff, daar gebeurde van alles. Toch denk ik dat het je wel beter heeft gemaakt in het verkopen Ongetwijfeld, ja. 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 Dat je je lekker voelt, bedoel ja. je? Ja, ja. Oh ja, zeker weten. Ja, nee, dat maakte een enorm verschil, ja. Ja, want je kwam voor, de, voor het stukje techniek, maar wat het opknapte was iets interns, waardoor je dat eigenlijk, dat verkopen, veel beter kon doen. Precies, ja. Ja, ja. ja bizar, ja. Nou ja, en toen vroeg ik op een gegeven moment aan die trainer van, hé, uh, hey, uh, ik vind uit. het superleuk en... Uh, uh, hoe word ik hier heel erg goed in, weet je, in dit NLP-verhaal. En toen zei hij van, nou ja, uh, hij zegt uh, sowieso gewoon veel voor jezelf oefenen en de dingen in de praktijk brengen die we hier doen. Hij zegt uh, en als je het aandurft, hij zegt een hele goede manier om ergens goed in te worden uh, is uh, uh, zeg maar dat waar je goed in wil worden aan andere mensen gaan uitleggen. Ja. Ja. En, uh, en toen keek ik hem echt zo aan en zei ik bedoel je dan ik trainingen moet gaan geven zoals jij? zei dus hij ja, die nou ja hij zegt je kan het hoeft niet direct maar je kan ook uh, coaching geven weet je wel? gewoon de NLP techniekjes doen en een op een sessie met mensen mm -hmm. en uh, nou ja dat ben ik gaan doen en, en, en naast mijn werk kantoortje gehuurd op de praktijkruimte gehuurd op de spiegelgracht vlakbij mijn kantoor dus in plaats van in de file staan en naar uh, podcast luisteren werd yeah. <laughs> het in uh, twee uurtjes na mijn werk nog coaching doen ja. Ja, Zo, gaaf. Uh, nou, dat is volgens mij wel redelijk gelukt om je dat eigen te maken, want dat was een van de dingen uh, wat ook voor ons reden was om eens met jou te, te kletsen. De feedback uit je omgeving is dat jij, jij doet dit ook echt. Jij leeft dit. Uh, you practice what you preach. In dat opzicht. Ja, dat is, uh, ja. Hoe, hoe merk je dat met name terug ten opzichte van uh, de rest van je omgeving? Um... Moeilijk om over jezelf te zeggen. Ja, je mag we, lief zijn voor jezelf. Ja. Ja, <laughs> jij geeft gewoon trainingen, waar gewoon meer dan 100 man komt om dit, om dit eigen te maken. Je geeft gewoon workshops en opleidingen om hier mensen mee. Uh... Ja, kijk, ik denk dat ik dat ik op, op mijn interesse was in persoonlijke ontwikkeling. En NLP was het begin. En daarna heb ik echt <coughs> tien jaar lang alleen maar trainingen gevolgd en dingen gedaan. En bij alles wat ik deed, dacht ik gewoon, what's in it for me? Weet je, wat heb ik hier aan. Mm. En uh, dus ik ging niet iets leren als ik niet zelf er iets aan zou hebben. Of. Zo. En ik denk dat ik uh, in principe niet een uh, standaard docent ben. Weet je? Dat ik, als ik, uh, als ik, ik zou niet zo goed zijn in het uitleggen van alleen een methode. Mm -hmm. Dus ik kan alleen maar iets uitleggen als ik het ook zelf voel en zelf ervaar. En zo. Dus als ik iets leer, weet je, dan probeer ik het. Uh, uh, ook, dan, dan breng ik het in de praktijk op wat voor manier dan ook. Mm. Weet je, of dat nou is door in mijn eigen bedrijf... door, de, door uitdagingen aan te gaan... of door uh, andere dromen waar te maken. Weet je, dat zijn, ja, voor, mij is het, voor mij is dat een logisch gevolg... van het, uh, van het beheersen van NLP als een vaardigheid. Ja. Niet per se het kennen van de theorie of zoiets. Ja, ja, ja. het is in dat op zich, volgens mij een krachtig uh, instrument... om uh, nou, je levenskwaliteit te verhogen. En van de mooiste dingen die ik je hoorde zeggen is... wat je eigenlijk mee kan helpen... is je gelukkig voelen zonder reden. Want dat merk ik aan mezelf ook wel. Ik, ik kan best gelukkig zijn, maar er moeten alle vinkjes wel gezet zijn. Ja. Je? Er, moeten alle dingetjes, er moeten wel een paar voorwaarden moeten kloppen. En daarmee realiseer ik me ook wel eens. Hmm, sommige dingen in één keer zouden wegvallen. Dan weet ik niet hoe mijn geluksperceptie plots ineens zou zijn. En dat, daar ging ik wel even op aan toen ik dat las. Ja, maar eigenlijk zou, is het ook allemaal mijn onzin. Uh, maar hoe werkt dat? Je gelukkig voelen zonder reden? Um, ja, weet je, We worden erin getraind uh, om ons gelukkig te voelen met een reden. Mm -hmm. ja, dus we, als, je, als je geboren wordt, dan, uh, dan zijn er nog geen regels. En dan mag je je gewoon goed voelen zonder reden. Ja. Dat een baby krijgt alle liefde en aandacht zonder dat hij er iets voor doet. En dus voelt die baby: Ik ben, gel ik ben geliefd, ik ben uh, waardevol. Uh, en ik uh, ben, uh, ben goed zoals ik ben. Ja. Dus een baby voelt zich eigenlijk gelukkig zonder reden, zou je kunnen zeggen. En dan ga je het leren uh, dat er regels nodig zijn. Hè? Dus als je twee bent, dan leer je dat je een potje moet plassen. En, uh, en als je dat doet, krijg je lof. En uh, als je... Krijg je een cookie. Ja, precies. Een <laughs> <Ja. laughs> uh, nou ja, sticker. Dus... ja, inderdaad. Dat kan je nog wel. Ja, ja dat toch? Is, dat ja, zie ja, ik bij een ja, vriend stickers, van de thuis. Ja. Dan zie ik dat er allemaal stickers aan de muur zitten. Ja. En dan heeft hij, uh... ja. Ik heb nog geen kinderen, dus ik weet nog niet uit de praktijk. <laughs> maar... Ja, maar... Dus je leert, je leert eigenlijk van, ik moet iets doen. En dan krijg ik uh, waardering. Terwijl hmm. voor die tijd kreeg je gewoon sowieso waardering en dat worden steeds meer van die regeltjes weet je naarmate je opgroeit uh, ga je dus steeds meer leren ik moet eerst iets doen voordat ik me goed mag voelen yeah. en eigenlijk het is nodig natuurlijk want anders kan je niet opgroeien en we hebben die regels ook nodig om mee te leven maar uh, de basis is dat je je gewoon eigenlijk al goed voelt zonder reden mm -hmm. ja, dus als je dat leert herinneren en door, dus door uh, bewust te worden van dat je gewoon, eigenlijk goed bent zoals je bent. Ja. Dus daar kan meditatie bij helpen, bijvoorbeeld. Of ja. gewoon het herinneren van goede gevoelens en dan voelen hoe dat voelt. Mm -hmm. Dus als wij nu allemaal vakantieverhalen gaan vertellen met z'n drieën over leuke dingen die we hebben meegemaakt, dan voelen we ons goed zonder reden. Want we zitten gewoon hier aan tafel. Dat is natuurlijk ook leuk. Maar de, dus de goede gevoelens zitten gewoon in ons brein. We hoeven niet ergens naartoe. Ja. Nou, je zet me hier wel aan het denken. Want bij mij is het wel echt conditioneel. Ik kan niet zomaar ergens zitten. Bijvoorbeeld als ik een zaterdag niks zou doen. Ja. Dan er moet wel eerst wat gedaan zijn voordat ik me goed mag voelen van mezelf. Zo van, je mag niet... Uh, oh, je hebt de hele dag geen reet gedaan. Hoezo zit jij je hier blij te voelen? Er moesten dingen gebeuren, snap je? Ja, dus ja. je moet eerst bepaalde condities ja. hebben voldaan voordat je de beloning mag krijgen. Dus inderdaad, je moet iets goed doen. Goed rekenwerkje, je, krijg je een sticker. Mm. Ja. En de sticker kun je niet zomaar krijgen, want dan is je eigenlijk onverdiend. En dan geniet je minder van de sticker. Terwijl dat eigenlijk onzin is. Dat is, een of ander, dat is weer zo'n regeltje, dat heb je jezelf opgelegd. Ja, precies, Met wat ik jou ja, door ja. zeg, realiseer ik me dat ik zo werk namelijk. Ja. ja, het is natuurlijk ook goed, want daardoor krijg je dingen gedaan. Het is dus anders dan. Uh, ik heb dat ook wel meegemaakt in India: heb je de uh, holy man. Uh, en dan uh, ga je. Uh, dan is een man die heb ik ontmoet, die woont ergens in een tempel. Uh, midden in een uh, groot natuurreservaat. in zijn eentje. En die doet de hele dag helemaal niks. Uh, en uh, die, uh, heeft, <laughs> hij verzorgt diertjes, weet je, die gewonde diertjes uit het bos en zo. En hij eet uit de natuur. En uh, mensen waarderen die holy en ze dus geven ze ook geld. Dus Ze kan die af en toe wat brood kopen of zo. En, maar die man die heeft dus geen één regel voor zichzelf. Weet je, die heeft, die heeft niet de regel: ik moet een relatie hebben. Die heeft niet de regel: ik moet succesvol zijn. Uh, die heeft niet de regel: ik moet een carrière hebben. Of ik moet knap zijn. Of ik moet kleren aan hebben, want ze lopen in zo'n doekie. Mm -hmm. weet, je? En, uh, <laughs> uh, weet je, allemaal niet. En man was echt, ik, heb, ja, ik weet niet of jullie daar gevoelig voor zijn, maar als ik dan in het energieveld van zo iemand kom, weet je dan, ik, ik voelde me meteen helemaal relaxed. Weet je? Ja. Ik dacht, ik, ik, ik zat naast die man, ik denk, ah, kan hij wel blijven. Weet je? Mm. Zo, dus die man die voelde zich helemaal goed zonder, zonder enige aanleiding. En, uh, en zeg maar, wij in het Westen, uh, zeg maar, uh, met onze regels over wat er allemaal gedaan moet worden, krijgen dus wel heel veel dingen voor elkaar. Hè? Ja, ja. En dus er zit wel, ja, er zit wel een. Uh, ja, wat, wat krijgen dan, dan voor elkaar? Dat is dan ook weer... Wat krijgen dan voor elkaar? Wij vinden dat we veel voor elkaar krijgen. Zij vinden het madness. Ja, ja precies. Ja. ja, We doen veel, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Ja, of, ja. Het, of het positief is, dat valt... te. Nou ja, is toch die uitspraak van de Dalai Lama... dat ze, dan, uh, dat, dat ze aan hem vragen van... Uh, What do you think of the civilization of the West? En uh, dat hij dan antwoordt... Uh, I think it's a good idea. Ja. Oftewel... <laughs> de uitvoering uh, laat nog wat te wensen over. Ja, precies. Er is, ja. er is geen civilization in. Mm -hmm. ja. Ik vind het wel mooi met zo'n uh, met die, uh, die Holy Man. Ik zat dat laatste keertje te lezen. Volgens mij in een boek van Jimmy Nelson, die, uh, mm -hmm. die allemaal fotografeerd en zo. Um, had hij ook op zo'n meneer geïnterviewd en dan vroeg hij: wat zit nou je dagschema eruit? En die man deed alleen maar een beetje yoga. Ik ging om half negen ging hij slapen. En dan werd hij om half één s'nachts werd hij alweer wakker. En dan ging die ja. hij, hij, uh, ochtends ging hij, ging hij yoga doen, volgens mij. Dan ging hij lekker naar 3-4 toe. En dan s ochtends rond een uur of zeven. Nou, dan ging hij een keertje lekker. Uh, ja, inderdaad. Gewoon een beetje hangen en doen. En s'avonds rookte eens dus een keer een, een cannabispijp. En, uh, en oh, dat, ja, was dat wel. Ja, ja. ja, ja. En um, uh, toevallig Bruce Perry, die wij hier in de studio hebben gehad. Die uh, ook een doku had gemaakt. Waarin hij naar vier stammen ging. En dan ging hij ook naar, naar zo'n heilige ashram, heet het dan volgens mij. Midden in India. En dat hij ook aan die gasten vroeg. Van ja, van... Uh, van wat doe je nou eigenlijk hier, weet je? En wat, wat is nou eigenlijk, waarom zit je hier? En dan die mensen die zaten echt gewoon, ja, we zitten hier gewoon om de waarheid te begrijpen. Maar wat is dan de waarheid? En die, man, en die man echt zo, ja, op een gegeven moment is dat gewoon een gevoel. En dat vond ik zo integrerend. En die man die meende dat ook echt, weet je wel. En je kunt er dan, je kan er met je hoofd ook niet helemaal bij wat hij dan bedoelt. Uh, en die zei gewoon, het is gewoon uh, al die patronen, al die conditioneringen. als dat er allemaal afgaat, dan heb je op een gegeven moment gewoon het zijn. En dan zit je inderdaad met zo'n kerel die daar gewoon lekker zit, ondergesminkt in die witte poeder. En, yeah. uh, ja, dat is ook wel. Dat is het rijkste. Zo'n man heeft het rijkste gevoel wat je kan hebben. Heeft een niet, hele slimme stoner. Heeft niets nodig. <laughs> ook dat, een hele slimme stoner. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je bij zo'n man in de buurt komt. Uh, ik vind de kracht van authenticiteit vind ik altijd erg uh, bijzonder. Want uh, we leven hier in een maatschappij waar iedereen met een bepaald masker oplomt, uh, vooral vanwege al die, uh, die regels. Maar op het moment dat je in één keer bij iemand komt... die ernstig authentiek is... dan kan je in één keer helemaal ontspannen. Zo van... Oh. Alsof, ja. je zelf, uh, alsof, het je, alsof je jezelf toestemming geeft van... oh, gelukkig, er zijn nog mensen waar, waar het niet hoeft. Ja, 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 omdat het. hij jou toestemming geeft, voel je dat bij jezelf ook. Ja, ja. Hij, hij doet het zelf en daardoor geef je ja. jezelf eigenlijk de toestemming... van ja, je mag gewoon jezelf zijn. Er is dat de, geen dat, oordeel of regel. Dat het bullshit schild af mag, zeg maar. Bedoel je ja, dat? Ja. Hij heeft geen uh, bullshit, dus jij uh, hebt uh, ook uh, geen bullshit. En dat vind doen. ik dus het bijzondere van het stukje, zelf, uh, stukje zelfacceptatie. Uh, zelfacceptatie is innerlijk werk... Maar je omgeving die maakt het zo ontzettend veel makkelijker... als je jezelf alsjeblieft positioneert in een omgeving... waar je dan ook jezelf mag zijn. Mm -hmm. en waar, je mag, waar je mag kletsen over de dingen waar je gefaald hebt... of je angsten of andere dingen. Ja. Uh, maar op het moment dat je dus in een omgeving blijft... Um, die, die, die toxisch is of die, die, die vindt dat je wat moet zijn... Oh, het is het zo ontzettend moeilijk om daaruit te komen. Mm -hmm. uh, ja. Ja. Het is ook wel mooi, mooi om te merken... Dat als je dat, als je dus in, wat je zegt, als je in de buurt bent van dat soort mensen... dat je dan dus helemaal... Uh, uh, opeens al die stukken die je niet van jezelf accepteert. Opeens, het is alsof je schouders gewoon gaan hangen, ja. opeens. Je denkt, ah. jullie hebben ook Jan Geurts hier gehad, toch? Mm -hmm. Ja. Ik ben ook, ook wel eens bij hem geweest en dat hij uh, woonde hij nog in zijn boot. En, uh, en dat, uh, het, weet je, het moment dat ik daar dan binnenkom, dan denk ik gewoon, van, nou, ik wil je in principe wel voor altijd blijven, gewoon. <laughs> ah. Zo'n zo uh, uh, fijne. Ja. Weet je wie dat ook hebben? Die shamanen. Ja. Uit, ja, 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 uit de jungles. Ja, ja. Echt, die, 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 die zitten daar gewoon, die zijn zichzelf. En dan zit je naast zo'n dude. En normaal Nederlanders naast elkaar, die moeten met elkaar praten. Bij, bij zo'n meneer, heb ik, ik heb toen naast Isha gezeten een tijdje, jullie waren wat anders aan het doen. Je hoeft niet te lullen met hem. Die zit gewoon oh. zijn ding doen, kijk een keertje aan. Het yeah? is gewoon helemaal, helemaal down. Oh, en je, ja, je hebt geen ongemak dat er niet gesproken wordt. Nee. Gewoon nul. En ik, dat, dat zit hem in, in, in zijn houding, want hij maakt het mogelijk bij mij. Want als er twee Michels naast elkaar zaten. Ja. Dan werd er wel gekletst, namelijk. Ja. Dus dat is iets ja. in wat hij doet. Of hoe hij is meer. Ja, ja. ja. En mooi. Het he? zit hem volgens mij in de. Ja. Ik denk dat je heel snel voelt wanneer iemand zich aan het profileren is om beter te zijn dan jij. En wat ga je dan doen? Ga je automatisch in mee. Ja. Met je, je, wil mee met, je wil niet achterblijven. Ja. Ja. Ze spelen dat sociale spelletje en als je, niet. Als iemand dat energiecijntje niet naar jou uitstoot. Dat is een heel relaxed. Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is mooi. Dat is eigenlijk ook wat dat hele energy clearing uiteindelijk doet, denk ik. Dat je dan dus, je, je maakt het, je oefent bewust... om steeds minder van die dingen serieus te nemen. Ja. En dan ontstaat er als het goed is steeds meer ruimte om je heen. Ja. En dat is voelbaar voor jezelf en ook voor anderen. Ja. Ja. Was dat ook het geval bij, um, want jij hebt de, de, de founding father van het NLP... Uh, heb jij recentelijk ook nog opgezocht in ja. Florida. Is dat ook iemand die zo'n, laten we het maar energieveld noemen... zo'n energie om zich heen heeft? Nee. nee. Oh, dat is nee. interessant. Ja, nee, eigenlijk het tegenovergestelde. Die dus verkoopt gewoon keurus. word je gewoon helemaal <laughs> zo ja, Het Tegenovergestelde, ja, dat is wel ja. interessant. Nee, dat, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel een beetje van schrok. Omdat ik. Ik heb dus. Uh, uh, 2007 heb ik uh, mijn, uh, mijn opleidingen bij hem gedaan tot trainer. En toen was ik 24-jarig jochie, was ik echt onder indruk van die man. Weet je, vond ik dat echt heel gaaf. En was ik helemaal. Uh, ja, geneurolinguistisch geprogrammeerd eh, door zijn charisma en zijn energie. En, uh, dat, en nu, toen ik daar recentelijk nog ben geweest, realiseerde ik me pas dat het eigenlijk helemaal dat, ik, dat het totaal anders is dan ik, uh, uh, dan ik had opgeslagen. En dus mm. ik vond hem heel erg indrukwekkend toen, uh, maar niet per se op een positieve manier. Weet je, dus, het, uh, dat, uh, uh, dus ik voelde me niet per se mezelf of comfortabel of uh, fijn Aha. of zo. Uh, wel heel erg gemotiveerd om allemaal dingen te gaan doen, want dat is waar NLP over gaat. Uh, maar ik heb in de afgelopen jaren heel veel van die uh, goeroes uh, ontmoet in India en uh, uh, Tibetaanse meesters. En, uh, uh, en, en het viel me op dat bij dat soort figuren voel je je eigenlijk altijd gewoon heel erg jezelf. Mm -hmm. Maakt niet uit dat ze voor een. Z Eckhart Tolle bijvoorbeeld kennen jullie ook, van de kracht van het nu. Van naam. Ja. En uh, dat. Daar, weet je, daar heb je het gevoel, ook als het hier voor een zaal van duizend mensen heb je het gevoel dat je er gewoon naartoe kan lopen en hem een knuffel kan geven. Weet je? Omdat het gewoon niet dat je dat doet, maar uh, snap je maar, het voelt wel zo. Ja, hè? Ja. Zo van het voelt gewoon als een vriend. Uh, en uh, toen ik dus recentelijk bij die, uh, die NLP-bijeenkomst uh, was in Amerika, toen realiseerde ik me opeens dat. Uh, dat dat NLP veel meer op een hele andere manier daarin staat. Of tenminste, mm. die grondleggen van NLP. Mm. Ja. Ja, veel meer vanuit autoriteit en een soort dogmatische ideeën. Of zo. Wat ook waarde kan hebben, maar niet altijd optimaal is. Ja. Zeker, ja. ja dus mm. de... Zou je daarmee zeggen dat NLP echt een... Um, het is echt een hoofdding. klopt dat? Maar uiteindelijk heeft het ook weer te maken met je gevoel. Ik denk dat... dat het hangt er vanaf wie de training volgt, mm. denk ik. Ja, dus als je... Uh, en bij wie. Dus als een heel erg verstandelijk iemand het zeg maar, gaat volgen bij die grondleggen van NLP. dan zou je het, het kunnen interpreteren als alleen maar een heel mentaal ding. Ja. En, maar uh, als je. Voor mij ik, uh, is NLP ook juist een ingang geweest naar mijn gevoel. Ja. En, uh, maar dat, dus ik heb dat ook een soort van belicht. Weet je, in mijn trainingen en in mijn, in mijn eigen ontwikkeling en zo. En daardoor denk ik dat de mensen die. Uh, bij mij trainingen komen volgen. Ook wel mensen zijn die juist voor, voor het ja. dus dat gevoelstuk ja, ja, komen. Ja. Ja. Omdat ik die ja, misschien dingen een beetje combineer. Dus dat het niet alleen maar dat hele mentaal uh, gestuurde is, maar dat het ook veel meer vanuit gevoel en vanuit zachtheid is. Mm -hmm. En ja. of dat typisch NLP is, ik denk het niet. Nee, ik denk dat daar, dat, dat daar het, uh, dat je een soort eigen uh, mixed martial arts hebt gemaakt van de stromingen die je inmiddels uh, ja, blijkt, allemaal gevolgd hebt. Dat zal het beste zijn van alles. Is dat ook een beetje de toekomststroming van, uh, van NLP? waar je het maar zie je jezelf over tien jaar met je met alles wat je doet? Um, nou, ik zou het niet erg vinden als ik NLP als methode een klein beetje los zou laten mm -hmm. uh, en, uh, uh, en een klein beetje meer mijn eigen ding zou doen. Ja. En dat ik heb dat toen gebruikt ook omdat ik de, uh, weet je, ik was 24 en wie was nou uh, Robin om dat te gaan doen? Uh, dus toen dacht ik als ik de een methode verkoop, verkoop ik dat makkelijker dan als ik Robin verkoop. Slim. Ja. ja en uh, maar. Uh, inmiddels denk ik ja, dat, uh, dat het ook wel handig is als het. Uh, uh, ja, dat, kijk, mensen die trainingen volgen en die verwijzen ook weer mensen door en zo breidt het zich wel uit, die weten wel dat het is wat het is. Mm -hmm. uh, maar de mensen die helemaal nieuw puur voor NLP binnenkomen, die, denken misschien, uh, die vergelijken. Mensen zeggen bijvoorbeeld: hé. Hey, uh, uh, wat is het verschil tussen jouw NLP-opleiding en die van een ander? En dan denk je: ja, dat is, uh, 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 dat is het hetzelfde als dat je vraagt van wat is het verschil tussen. Uh, Frans Bauer en Marco Mosato. Ja. Ja, 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 ze zingen allebei ja, ja, Nederlandstalige ja, ja. muziek. Maar... Zijn verschiltjes. <laughs> ja, precies. Ja, 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 dus het. De inhoud zal misschien op elkaar lijken. De methode lijkt op elkaar. Maar de, de vorm, de manier waarop het wordt uitgelegd. en de energie die je meekrijgt vanuit de trainer. in dit geval ik, maar dat is bij elke trainer zo. Mm -hmm. uh, is heel anders. Ja. Ja. Wat zijn recente uh, stromingen die je, die je hebt toegevoegd aan je toolkit? Je was in Florida om een, een nieuw stukje NLP te leren, maar misschien zijn er nog andere dingen die je recentelijk of sowieso in brede zin inzet in je, in je methode. We hebben het even gehad over uh, meditatie voor de tijd. Um, Advaita hebben we het even over gehad. Ja, Ik, wat uh, mijn persoonlijke interesse heeft eigenlijk de afgelopen vijf, zes jaar, is dat uh, een stukje uh, dat, je, dat je leert om naar binnen te kijken. Uh, naar waar we het net eigenlijk over hadden, die natuurlijke staat van zijn, voorbij je gedachten en gevoelens. En dat, en dat steeds verder te onderzoeken. En meditatie is een manier om dat te doen. Mm -hmm. En uh, advaita is ook zo'n manier om dat te doen. Wat is advaita? Uh, makkelijk gezegd is het de uh, uh, filosofie die verwijst naar uh, de eenheid die je bent voorbij je gedachten en emoties dus dat wat je was voordat je een identiteit ontwikkelde en, mm. en nog steeds bent achter die identiteit. Ja. En uh, dus door door naar binnen te leren kijken, uh, door te mediteren en door stil te worden, uh, ontdek je dat er iets in jou is wat voorbij de gedachten en emoties aanwezig is. Mm -hmm. uh, en dat als je dat eenmaal ontdekt, dan ontdek je dat het er altijd is. Uh, dus dat het net zo realistisch is als je identiteit uh, en misschien uiteindelijk zelfs wel realistischer. Want je identiteit verandert voortdurend. Dus je gedachten veranderen voortdurend. Je ideeën, je opvattingen, je gevoelens. Je plannen voor de toekomst. of hoeveel je daarvan waarmaakt. dat verandert continu. Mm -hmm. En wat er overblijft. is dat stukje uh, heelheid in jezelf. wat er eigenlijk altijd is. en wat eigenlijk nooit veranderd is. Mm. Dus dat was er al toen je net geboren werd. En dat is die natuurlijke staat natuurlijk. waar ja. we het over hadden. En dan blijft het vervolgens altijd. Het enige is. Uh, we verliezen ons in, ons in ons levensverhaal. Dus we gaan uh, op pad om dingen te bereiken, en de toekomst in, en uh, uh, we, uh, we nemen het verleden als referentiekader als we over onszelf praten. Mm -hmm. En uh, eigenlijk met, uh, met al die verschillende stromingen, of het nou Advaita is, of bijvoorbeeld uh, Tibetaans boeddhisme of uh, non-dualiteit, uh, verwijst allemaal naar die ene plek in jezelf die uh, daaraan voorbij gaat en die dus niet verandert, uh, en die uh, niet. Uh, uh, die niet per se beïnvloed kan worden of kan veranderen. Mm -hmm. ja. En wat heb je daaraan als instrument? Wat is de waarde die dit je geeft? Innerlijke rust. Innerlijke rust. Ja. Dus, dus wat er in de buitenwereld gebeurt, raak je minder? Uh, ja, een soort positieve onverschilligheid ontstaat er wel, ja. Positieve onverschilligheid. Ja, je, ja. Kan, je kan er toch niks aan doen. Dus het is, het is gewoon, toch? Dat is het gedacht. Ja, alles is. Het is acceptatie. Ja, dat ja. er oorlog is. Ja, dat is. Ja, wat kan je er dan doen? Stoppen met schieten. Ja, ja maar jijzelf? Jijzelf nu niks. Ja. Stoppen met schieten. Ja. 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 En dan. Uh, ja, dat is het gewoon een non-dualiteitsgedachte. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, daar hadden we het in het begin al uh, natuurlijk al eventjes uh, over. Ja. ja. Meteen gestart met een technische discussie over wil. Ja, mooi. Ja. Oké, okay, en uh, je zegt, uh, meditatie helpt jou ook om dat soort uh, dingen te vinden. Ik ben nog wel even benieuwd aan het, uh, zeg maar naar de sensatie van het ontdekken van die heelheid waar je het over hebt. Want ik heb ook wel eens mindfulness gedaan. Ik heb ook wel eens gemediteerd. Um, misschien ben ik er gewoon niet goed genoeg in. Maar ik vind het heel moeilijk om voorbij die gedachtegenerator te komen. Zeg maar. ik, zie die, ik zie iets dat een stroom aan ideeën genereert. Ik, ik ben met name druk met wat het, wat het uitpoept, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik snap dat het er is en ik weet dat er iets is dat zegt mijn gedachte. Maar ik vind het toch heel moeilijk om die waterval uh, te trotseren of zo. Dus uh, wat, wat doe, wat, hoe, hoe, hoe voelt dat? Hoe ziet dat? Heb je op een gegeven moment zoiets van, hey, daar gloort iets aan de horizon of zo. En dat is een gevoel waar ik naartoe kan. Oeh. Ja, wat voor mij heel erg geholpen heeft, is, uh, is uh, zeg maar momenten inbouwen in je dag. Dat kunnen hele korte momenten zijn. Uh, kan ook heel lang zijn, kan ook een hele dag zijn, waarin je gewoon uh, uh, even helemaal niks doet. Dus he helemaal uh, niemand bent. Uh, dus eventjes niet uh, iets proberen te bereiken, eventjes niet proberen ergens naartoe te gaan, even uh, alles loslaten wat je aan het doen bent. En zelfs niet uh, televisie kijken of een boek lezen of, uh, of al die dingen. En, en dan gewoon. Je aandacht richten op wat er in het huidige moment is. Weet je, en wat er, dan, wat er dan gebeurt als je dat in het begin doet, dan verveel je, je na drie seconden ongeveer. Ja, dan ga je alweer naar het volgende. dan ben je alweer in gedachten met iets anders bezig. Maar als je, dat, als je dat vaker gaat oefenen, dan ontstaat er geleidelijk aan, ontstaat er meer ruimte. Dus er ontstaat een soort moment tussen de momenten hmm. en, en een, soort, een soort innerlijke ruimte van, uh, van stilte. Hmm. Dit bijvoorbeeld. Hè, zo. Heel, mm -hmm. dat, heel even die paar seconden. Dat is dan stilte. En dat gebeurt dan ook in je hoofd. Dus heel even houdt Michel op te bestaan. Mm -hmm. uh, en echt heel kort. <laughs> een paar seconden. Uh, en, daar, uh, en daar voel je dat daar uh, een, een soort vrijheid is. Een soort uh, innerlijke rust zou je het kunnen noemen. Of uh, 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 vrolijkheid. Of uh, misschien is dat niet het goede woord, maar. Uh, Vrede, ja. ja. Ja, ik snap hem, Ja. ja. En, en als, je dat, als je dat langer gaat doen, ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, een hele dag, uh, dan, en je oefent dan heel bewust in dat steeds weer terugbrengen van je aandacht naar het huidige moment, uh, dan, uh, uh, dan, dan merk je dat het een beetje blijft. Hmm. Dus dan langzaamaan voel je dat die, die innerlijke vrede, of dat rustige, fijne gevoel van binnen, dat dat meegaat naar de andere dingen die je gaat doen. En de uh, ja, mooiste ervaring die ik heb gehad was dat, dat, uh, uh, dat ik. Uh, echt een uh, tiendaagse stilte-retraite heb gedaan. Ja. En dat ik na uh, de eerste drie dagen me helemaal kapot te hebben verveeld... Uh, en echt dacht van, wat doe ik hier? Ik wil naar huis. Uh, dat er op een gegeven moment uh, hield uh, Robin op te bestaan. Weet je, en was ik gewoon alleen nog maar uh, uh, aan het lopen over dat, uh, de plek waar dat was. Dat was in Portugal. Uh, en, uh, en daar liep ik gewoon, uh, liep ik gewoon rond uh, in het... Uh, in het oneindige nu, zou je kunnen zeggen. Weet je. En dan was ik, was ik helemaal niet meer bezig met waar ik naartoe moest... of wie ik moest worden of wat ik moest bereiken. Of zo. Het was alsof er enorm veel vrijheid was in dat hele niks zijn. Mm -hmm. en, uh, nou ja, en het, het geinige is, hè, stel je voor dat vandaag de dag... Wordt 100% van je gedrag wordt uh, opgeëist door... of 100% van je dag wordt opgeëist door je persoonlijkheid. Mm -hmm. uh, en dan uh, als je überhaupt iets met meditatie gaat doen... dan zou je kunnen zeggen, dan is het 1% per dag uh, wordt uh, vrijgemaakt voor dat bewustzijn. Ja, en dan, dan, als je dat eenmaal ervaren hebt, weet je... dan is dat op de achtergrond, is het er altijd. Mm -hmm. En dan, als je dan meer gaat oefenen, dan schuift dat percentage langzaam op. Yeah, yeah, yeah. Ja, En ik zie het wel als een soort, soort intern zonnetje... wat van binnenuit uh, gaat schijnen. Ja. Yeah. En, en dat interne zonnetje, dat is dus een zonnetje van vrede en liefde en geluk... en allemaal andere uh, fijne gevoelens... die misschien een beetje zweverig klinken, maar... Mm -hmm. Uh, maar dat is er dan dus op de achtergrond. En op een gegeven moment dan wordt het zonnetje wordt zo sterk dat het uh, door alles heen gaat schijnen. Ja. En dat zie je ook wel veel bij, uh, nou bijvoorbeeld bij Jan Geurts. Hè? Zo iemand die dan zoveel geoefend heeft uh, met elke keer terug naar die natuurlijke staat. Zie je eigenlijk dat uh, zijn persoonlijkheid uh, steeds kleinere plekken inneemt. Mm -hmm. uh, dus je ziet dat er steeds minder van de persoon over is. En steeds meer van die natuurlijke staat ja. uh, daardoor heen schijnt. En dat... Nou, dat voelt heel fijn. En dus ja, dan ontstaat er zo'n soort positieve onverschilligheid, die, uh, dat als er dus iets gebeurt met de persoon, ja, dan uh, gebeurt er misschien iets met die persoon. Maar ja, dat is maar een percentage van wie je dan op dat moment nog bent. Ja, ja, ja. maar dat is wel een heel krachtig mechanisme om, uh, uh, om dat hele concept wat we straks al hadden: weerstand, zeg maar. Um, dus die dingen doen waarvan je weet dat ze moeten gebeuren, maar die je niet doet, die worden makkelijker op het moment dat je je zo voelt. Ga maar na, want als jij je vrolijk en, en blij voelt, stel je hebt een taaklijst, en daar staan moeilijke dingen op. Ja. Wanneer doe je ze makkelijker, als je er geen zin in hebt, of als je je voelt zoals je juist juist omschreef? Ik denk in die staat. Ja, ja, zeker. Snap je? Ja. Dus dat heeft transfer op alles wat je doet. Dat het niet meer zo uitmaakt of je Precies, het nou wel of niet doet. want, want, ja. want je lijden, ja, dat komt voort uit jouw anticipatie van wat er komen gaat. Dus ik moet een telefoontje doen, het wordt een moeilijk gesprek, uh, er komt werk achter weg, Pff, daar heb ik geen zin in. Dat is allemaal een soort van lijden dat je zelf ja, ja. van tevoren al aandoet. Ja. Um, en als je het benadert zoals jij. Ja, dan is dat die onverschilligheid van ja, positieve onverschilligheid. Ja, oké, okay, wordt wel een beetje ongemakkelijk, maar hoe kerst? Ik voel me vrolijk. Ja, het maakt niet uit. Dat is er gewoon op Het is er, het hoort ja. erbij. Ja. ja, dus uh, dat ja. maakt het makkelijker om uh, moeilijke dingen te doen, denk ik. Ja, wel interessante gedachte, ja. Mm. ja je ziet ook wel mensen die helemaal zijn doorgeslagen. Hè, die, uh, dat, nou, ik weet niet of je dat überhaupt doorgeslagen kan noemen, maar. De ene kant van het spectrum is zeg maar Tony Robbins. Mm -hmm. weet je, die is de, zeg maar helemaal 100% in het creëren van de meest succesvolle identiteit... die je maar kan bedenken. En daar rammen, rammen, rammer, rammer, rammer. Mm -hmm. En dan heb je die holy men of die gurus, ja. En die uh, hebben hun identiteit overstegen en, en die doen gewoon helemaal niks meer. Of zo. En, dat, die, de, en daar die aanhangers daarvan, dat, dat, ik vind dat gewoon persoonlijk heel grappig. Ik ben niet zo'n zweverig type. Maar als ik ben dus geweest op zo'n landgoed waar dan... 500 mensen alleen maar met meditatie en stilte bezig zijn. Dus die overstijgen hun persoonlijkheid. En sommigen wonen daar ook echt in zo'n ashram. En uh, ik ben er dan even geweest. Het langste was vier weken. Uh, maar uh, maar dan, ja, dan. Daarna ga ik gewoon weer dingen doen. Yeah. Weet je? Maar die mensen die zijn gewoon he ja, die, die, die doen, die, die, In het Engels noemen ze dat dan being. Weet je? Dus zij zijn alleen maar de hele dag aan het zijn. Een yeah. doing is weg. Weet je, dus doing is gewoon, is ook gewoon uh, totaal geen behoefte meer om iets te bereiken. Weet je, mensen die gewoon een carrière hadden, heb ik ontmoet. Weet je, een hele succesvolle muzikant die gewoon in uh, Engeland een carrière had. En die zei: Ja, ik, ik, ik ben hier nu gewoon. Weet je, en dan zeg ik: Mis je het dan niet, muziek maken? Ja, ja ik mis het wel, maar ja, dat ik dus weet het, het maakt niet Ik uit. land op dat spectrum. Maar ik denk iets meer nou. naar de Tony Robbins kant. Maar ik begrijp dat de sweet spot ergens in het midden ligt, natuurlijk. Ik, ja, ik weet niet zo goed. Voor, voor mij, ik, ik, ik geloof wel dat, het, dat je het beste van beide werelden kan hebben. Ja. Yeah. En dat vind ik ook wel grappig. Hè? Dat je, je ziet ook wel eens van die... Zoals, ik weet niet waarom Jan Geurt steeds terugkomt, maar... Uh, dat, die doet nu ook allemaal dingen. Weet je? Die organiseert ook van alles. En, uh, dus, is, behalve dat hij heel lang stil is geweest, is hij nu toch wel heel actief weer met ja. allemaal dingen. Uh, ja. Dus volgens mij kan het wel, ja. Het beste van beide werelden. Uh. Ja. ja, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk is het toch ook allemaal weer... Het is ook allemaal weer ego. Want Jan Geur staat ook liedjes te springen, liedjes, eigen geschreven liedjes te zingen op zijn evenementen. Ja, dat is ook eigenlijk natuurlijk gewoon ego die dat leuk vindt Doet hij om dat? Te doen. Ja, natuurlijk. Ja, en, uh, en natuurlijk ook de. Uh, waarom schrijven een boek? Ja, het is toch om jezelf weer uh, ergens om jezelf te laten zien. Patrick Kik hebben we dat dan ook over gehad. Waarom, waarom kom je op televisie? Waarom heb je dit? Waarom heb je zus? Het is allemaal om ja dat persoonlijkheidje wil wat. Maar ik denk dat dat natuurlijk is. Ik denk dat het ook nodig is. Ik bedoel, laten we wel weten, het is heel mooi om je ego te overstijgen. Ja, nee, als ja. de ruimte er is. Ik bedoel, nee. uh, ja. maar wel, de meeste mensen moeten zich gewoon manifesteren tussen allerlei andere mensen. En dan is ego nee. ook een mechanisme wat je verdomd goed kunt inzetten om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, daar ontkom je niet aan. En, maar ja. dat gezegd hebbende, um, als ik kijk hoeveel energie er gaat naar shit fixen, voor elkaar krijgen en daar iets van vinden. En ik luister even naar zo'n holy man, hoe die dat doet. Dan denk ik, daar zou ik ook wel eens een paar weekjes van kunnen gebruiken. Ja, dan zeg ik Want één is ja. ja, je bent over alle twee enthousiast, snap je? Dus ja. ja. Uh, van van twee kan je ontzettend veel leren. Ja, ja ik vind het wel heel, het, ja, sowieso gewoon heel interessant. Omdat uh, beide stromingen claimen het. Kijk, voor mijn gevoel heb ik gewoon onderzoek gedaan naar geluk. Weet je, wat maakt mensen gelukkig? Uh -huh. En dan uh, denk ik, blijkbaar zijn er dus. Ik, ik hoor Tony Robbins bijvoorbeeld zoiets zeggen als Progress Eagles Happiness. Mm. Uh, hè, dus, Weet uh. je hoeveel mensen Tony Robbins een burn-out in heeft gejaagd? Waarschijnlijk heel veel. Dat is wat je heel veel ziet. Mensen die krijgen... Ja, uh, ja, nou, ja in de zin van mensen uh, gaan naar zo'n evenement. Ze krijgen inzichten. Ja, shit, moet doelen stellen. Ja, ik moet het ook. Gaan ermee aan de slag. Maar de kennis die hij daar in zes uur eruit pompt op één dag... of misschien zelfs in vijf dagen... Um, ja, dat A, blijft niet allemaal hangen. B, je begrijpt er nog maar de helft van. Je voelt het waarschijnlijk niet eens. Je denkt alleen maar dat je het, dat je het mm. even voelt. En in dat moment voel je het even. En later kom je terug. Ga je ermee aan de slag. En kom je erachter dat het lastig is. Yeah. Ga je jezelf vergelijken. Oh, ik ben nog niet zo ver. En dan word je depressief van. En, dan, weet je. en dat is natuurlijk ook wel een natuurlijke proces. Dus halleluja dat het gebeurt. Mm -hmm. uh, maar ik denk inderdaad wel dat een... Uh, 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 ik denk dat jij met jouw trainingen... heel veel mensen uh, ja. misschien achteraf echt wel... een uh, mentale deuk even kan oplaten lopen. Van oh wow, fuck, dit dit nee dat zelf ervaren weet je wel en dat is burn ook zo en ik denk dat dat het goede proces is. Uh -huh. Nou wat, wat je volgens mij wat ik hier uit dit gesprek in ieder geval is dat je middels NLP maar nou niet alleen middels NLP, maar het gedachtegoed wat jij hanteert, is dat je je zorgt ook voor een stukje duurzaamheid omdat dat is het probleem vaak bij Tony Ro Tony Robbins. Waarom gaan gasten daarna over de kling? Misschien bij Michael ook wel. Sorry, Mike. Uh, bij jou ook. Ja, maar, dat is, ja, nee, maar omdat ze iets voor elkaar willen krijgen... ze gooien er heel veel effort in. Ja. Heel, buiten normatief ze, veel. Ze zien het succes bij jou. Ze vinden dat mooi. Ze willen dat, en ze, ook. Willen dat ze ook snel binnenhalen. Ja. Maar ja. je moet snappen dat het een langetermijnspel is. Het is, een, het is, een termijn spel. Het is ja. geen marathon. Het is een set aan sprintjes. Zeg maar, ja. Het leven is geen sprint van marathon. Nee, het is wel een sprint. Maar het is een set aan sprintjes. En je zult er een heleboel moeten maken. Maar verwacht niet dat je in één burst... dat je jezelf uh, krijgt waar je zijn wil. Ja. Want daar gaat de frustratie zitten. En dan wordt een stukje berusting... En het zijn, waar jij het over hebt, wordt plots ongelooflijk belangrijk en nodig. Want anders ga je, want dat, dat realiseerde ik me in dit gesprek ook, ik kan een zaterdag niet genieten als ik niet bepaalde vinkjes heb gezet. Mm -hmm. Snap je? Ja. Dus dat, dat kost de kwaliteit van je rust. En ik denk dat dat stukje mm. misschien iets is, Maar zeker een Tony Robbins, als hij daar in zijn trainingen meer aandacht aan zou geven, dan zou die mensen daar nog wel eens voor kunnen behoeden. Want daar zit denk ik het, het risico, als je naar zo'n activatietraining bent geweest, ja, dan zul je hemel en aarde bewegen om naar. Ja, te maar, komen, dat is, maar dat is wel zijn main priority. Hij wil gewoon mensen... Hij wil die spark aanzetten. Ja, dus hij dat... wil het aanzetten. Ja, ja. ja dus hij ja, En dat, dat is nodig. Ja. Dat, maar dat is, dat is de ego-kant activeren. En tegelijkertijd het accepteren van... We zijn er nog niet. Maar we kijken naar, naar... Ik kan me nog gesprekken met jou herinneren. Toen... Uh, nog met mijn ex thuis. Dat het ging... Het gaat niet hard genoeg, Hebben Zijn jullie er wel eens geweest eigenlijk met Tony Robbins? Ik niet, maar... Okay. Nee. Nee. Maar ook wel zijn video's en dat soort dingen bekijken. Ja, het staat dus. nog wel op de lijst, maar... Ik, ik ben er ook nog nooit geweest, hoor. Maar, dat ik, maar ik, als ik, ik merk als ik 30 minuten naar een video heb gekeken... ben ik al helemaal hyped. Ja, <laughs> dus dan denk ja, ik, ja, ja. ja <laughs> Dus <laughs> ik denk, beter ga ik daar niet zes dagen heen. <laughs> dat is niet goed voor me. Nee, nee, ik, nee maar uh, ik denk dat, dat, dat nogmaals... Dat, um, ik had het net over, over jou. Dat, dat een boel mensen die frustratie voelen van... ja, nu weet ik wat ik wil en nu is het er nog niet. En, hmm. en daar komt de eigenschap die jij daar straks omschrijft... die die holy man heeft... Het berusten, het zijn, dit is ook oké. Okay. Mm -hmm. We zijn tenminste al een stukje onderweg. Ja. We zijn er misschien nog wel niet, maar hoe kers. Oh, ja, ja. En de reis op zich is ook vet. Dat ja, is een mooie combinatie toch? Ik denk dat het ja. een beetje het midden, dat is ja. wat ik bedoel, is in het midden moet liggen. Ja. Ik vind dat wel leuk in ieder geval, ja, om dat op die manier te bekijken. Dus wel dingen doen en tegelijkertijd maakt het ook niet uit als je er nog niet bent. Nou, precies. Ja. Ik denk dat dat uh, Nice. goed voor paard. Ik kan nog veel van jullie leren. <laughs> Ja, ja. Mooi hoor. Waar kunnen mensen jou uh, vinden online? Of heb je nog binnenkort dingen die je wil aankondigen? Zijn er dingen die, uh, die gaan gebeuren? Um, robin-stevens.nl, dat is uh, helaas de domeinnaam. Dat wil zeggen, het had robinstevens.nl moeten zijn. Ja, ja, maar die was opzet. Ja, precies. Damn you, Robert Stevens. Dus een heel klein jongetje Ja. <laughs> <laughs> He, heb je het gevonden? Ja. Nee, 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 nee. nee. Ja, Google vertelde op, ja? mij direct wat de juiste was. Maar. Ja. Uh, er staat nu niemand op? Nee? Is leeg? Oh, oh ja, er stond hey. altijd zo'n altijd op van een... Uh, heb je die mensen die... nooit benaderd? Zo van, hé, hey, mag ik ja, ja, heb ik gedaan. Maar die man was een, uh, had een IT-bedrijf. Dus ik denk dat hij... Uh, Wilde niet. Dat hij had zeg maar, slim voor zijn eigen kind al uh, de Stap. domeinnaam gekleed. Oh, mocht dat later ook een inspirerende spreker ja. worden dan. Wie uh, weet. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, check. Ja, mooi. Uh, Robin-Stevens.nl -streepje -streepje Ja, okay. klopt. Cool. Social media. Ben je daar ook te vinden? Um, ja, ik ben er niet heel actief op. Maar LinkedIn is tegenwoordig wel hetgene waar ik het meest... Uh, Oh. Oké okay, man, dan zit hij erop twee uur vloggen voorbij. Thanks. Top. bedankt. Goed. Leerzaam. Dankjewel voor je komst en uh, luisteraars, tot de volgende keer. Sure. Ciao.